Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een Nail Talk Live e-workshop. Ja, het is alweer tijd voor Michelle met de 3D nail art gemaakt met gel. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, hebben we natuurlijk gisteren tijdens de persconferentie gehoord dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari. Dus ik heb vandaag al contact gehad met onze trainers, gezocht naar, oké, welke workshops kunnen we nog meer bedenken, kunnen we nog meer allemaal gaan inplannen. Ik heb daar nog geen afbeelding van. Ik zorg ervoor dat die vrijdag voor jullie klaar staat, zodat jullie kunnen zien wat voor andere workshops jullie nog meer van ons kunnen verwachten. Want wij gaan natuurlijk gewoon door, omdat ik en wij allemaal bij Magnetic Nail Design geloven dat inspiratie de passie voor nagels aanwakkert en het is de passie voor nagels die ervoor zorgt dat wij straks, dat jullie straks als we weer open gaan, natuurlijk vol blijdschap jullie klanten weer kunnen ontvangen en dan hopelijk al deze technieken kunnen gaan gebruiken bij jullie in de salon. In de tussentijd heb je tijd om te oefenen en jezelf voor te bereiden op het weer open gaan. Voordat dat allemaal speelt, moeten we natuurlijk eerst gaan beginnen. Ja, en doe mee, hè. Doe mee om jouw certificaat te krijgen van deelname aan deze training. Vandaag is de allereerste keer dat Michelle hier te gast is bij Nail Talk, de e-workshop, de live e-workshops. Ik heb Michelle leren kennen tijdens de vorige corona-lockdown, omdat zij een van de vaste kijkers was van Nail Talk Live. En ook meedeed met allemaal extreme nagels. Nou, daar was ik helemaal verliefd op geworden. En intussen geeft Michelle ook les bij ons hier in Soesterberg. En ik heb natuurlijk meteen contact gemaakt met Michelle met de vraag, kun jij ook een e-workshop verzorgen? Nou, ze is helemaal losgegaan met ongeveer het hele assortiment dat we hebben. En ja, de vloer is aan Michelle. Ik ben er om jullie comments door te zetten, vragen te beantwoorden en natuurlijk tussendoor jullie wat meer informatie te geven over verschillende dingen. Maar voor nu geef ik eerst het woord aan Michelle. Hallo allemaal, goedemiddag en wat leuk dat jullie allemaal kijken. Nou, vandaag is dus mijn eerste keer dat ik een e-workshop mag geven en ik ga de 3D gel ornamenten voor jullie maken in verschillende varianten. Ik wil vandaag 2 of 3 designs laten zien, een beetje afhankelijk van hoe we het redden qua tijd. En van moeilijk tot makkelijk. Dus we beginnen gewoon met het makkelijkste design, zodat jullie allemaal even lekker in kunnen komen en allemaal lekker mee kunnen doen. Dus ik ga hem jullie even laten zien wat we als eerste gaan maken. Dus dit is level 1. Dat is een heel leuk bloemetje. En dit is ook prima draagbaar voor in de salon. En zoals jullie kunnen zien, is die ook echt niet dik. Nee, hij is heel glad. Hij is heel glad. Hij is super draagbaar. Je blijft er niet achter haken. Aan alle kanten is die eigenlijk gewoon mooi afgerond. Dus je blijft niet achter je haar haken of in je broekzak of iets dergelijks. Dus hier gaan we even mee beginnen. Ik heb alvast even een tip afgelakt. Dit is de Whitest White Gel Polish, 2 laagjes en hier overheen heb ik de Supreme Finish Topcoat gelakt. Dan heb ik naast mij een paletje klaar liggen met een aantal kleuren. Ik heb de Mace Choice 2020 hier liggen. Ik moet hem even in beeld doen, zie ik. Is een spiegelbeeld, even kijken waar moet ik heen. Ja, daar. Ja, dat is lastig, hè. Dit is de Mace Choice 2020. Ik heb hier een groene gel glass gel polish neergelegd en de gemstone gel. En die ga ik straks met elkaar mixen om de blaadjes te bouwen. Dan heb ik de zwarte liner gel en de witte liner gel. Een paar bullions, 2 steentjes. En om de bloem mee op te bouwen, dus echt een beetje het glas effect te krijgen, ga ik beginnen met de flash gel en dan de dikke variant. Vandaag ga ik de andere designs ook maken dus met gemstone gel. Dus de blaadjes van dit design ga ik ook met de gemstone gel alvast opbouwen. En ik laat jullie ook nog even zien een variant met een rubberbase clear. Dus je hebt, als je niet bijvoorbeeld de gemstone gel hebt, kun je de rubberbase pakken of de flash gel. Nou, laten we lekker beginnen. We beginnen met de tip. Eerst even de blaadjes te lakken van ons design. Daarvoor pak ik een detailer 1 of 3. Een detailer 3 kun je wat grotere blaadjes mee maken natuurlijk. Ik heb nog een klein beetje rood in mijn penseel zitten, dus ik maak hem eerst eventjes schoon in de base en top. Zo. En dan pak ik een klein beetje liner gel op. En daar schilder ik 5 blaadjes. Ik zet hem neer, ik duw hem iets aan,
wiggle, wiggle. En ik maak een puntje naar het centrum van de bloem. Ja, het is natuurlijk een beetje lastig te zien, maar je doet die witte basislaag, zodat straks de kleur wat meer popt. Hè? Klopt. En ook omdat je op Supreme Finish aan het werken bent. Klopt. Dus jullie moeten maar even geloven. Nou ja, het is wel te zien. Maar ja, wit op wit is altijd een beetje lastig, maar zo direct wordt het zoveel makkelijker. Ja. Elise Kramer vraagt, is de Building Base hiervoor te vloeibaar? Denk het wel, hè? Denk het wel, ja. Ik heb het niet geprobeerd, maar probeer het anders gewoon, zou ik zeggen. En je merkt het vanzelf, als die inzakt tijdens het uitharden, ja, dan is die dus te vloeibaar. Ja, Elise, ik denk dat als je de Building Base wilt gebruiken, dat je dan echt in meerdere lagen op elkaar moet werken. Hele dunne laagjes op elkaar, dan zou dat moeten werken. Mehdi zegt, hallo allemaal, dit wordt een top workshop. Ik heb vanmorgen de Engelse versie gezien, dus blijf kijken. En ook Jaap is er, maar er zijn heel veel mensen. Kirsten Haan is er weer, hi Kirsten. Samantha Phoenix is er weer, Anja van S is er weer, Yasha is er. Sheila, Desiree Nijhoff zegt, we hebben nu alle tijd, dus je hoeft niet aan de tijd te houden. Nee, in principe heb je alle vrijheid. Debbie Dussel zegt, ik ben er weer, ik ben aan het kijken terwijl ik met de kristallen bezig ben. Van Sylvana natuurlijk. Joey is er, Elvira, Vanessa. Nou, het is weer een hele leuke groep dat jullie er weer allemaal zijn. En natuurlijk zit Wendy ook weer achter de knoppen. En die zorgt ervoor dat we het allemaal goed kunnen zien. En jouw partner is er ook, Sebastiano. Ja. Die zit ook in de regie achter te kijken hoe zo'n live uitzending nou eigenlijk werkt. Want dat is best wel knap hoor, dat Wendy dat allemaal in eentje doet daarachter. Zeker. Heen en weer rollen tussen computers. Iris is er. Hi Iris, je bent ook weer aan het kijken. Gezellig. Brenda. Hi Bren. Wat leuk dat je mee aan het kijken bent. Patricia Dijkstra is er weer. Chantal van Mosseveld. Nou, we zijn weer helemaal compleet. Onze vaste club is alweer bijna helemaal compleet. Sheila is er weer. Sophie de Pauw. Nou, hartstikke leuk. Je hebt dus eerst die basis gedaan, ja, van die witte bloemblaadjes. Klopt. Ja, ik heb eerst de witte basis neergelegd. Dus ik heb de vijf blaadjes met de, ja, met de puntjes zeg maar naar elkaar toegelegd. In het midden komt straks nog een dotje geel, hè, voor het centrum van de bloem. En de bladeren van de bloem die ga ik dus opbouwen. Dus dat wordt ook echt, dat ligt op de nagel ook. En dat doe ik met een gemstone gel met de groene glass gel polish. Omdat ja, ik wil zoveel mogelijk tips en tricks mee kunnen geven. En omdat we maar een beperkte tijd hebben, dacht ik, dat doe ik even anders dan vanochtend in de trainer. Uitzending, live uitzending. Dus ik pak hem nu gelijk met 3D gel. Hij is uit de lamp. Ik heb hem heel even uitgehard. En nu ga ik hem ja, als het ware painten met de rode Mace Choice. En dan blijf je op dat witte blaadje? Ik blijf alleen op het witte blaadje, ja. En kijk, waarom we het wit neerleggen is dus wat je al zei, hè? Omdat dan de kleur beter popt. Want stel nou dat je een blauwe ondergrond gebruikt of een zwarte. En je zou met de glass gel polish of een iets transparantere variant van gel polish gaan werken. Ja, dan komen de kleuren gewoon niet zo goed tot hun recht. En dat zou zonde zijn van je design. Dus Marion vraagt waarom op de Supreme en niet de matte top gel. Nou, zo direct gaat Michelle ook op de matte top gel werken. Dat is gewoon een keuze. We laten verschillende mogelijkheden vandaag zien. Siska zegt, normaal nu werken, maar ben uitgeschakeld door meerdere breuken in mijn enkel. Nou, heel veel beterschap dan Siska. Leuk dat je erbij bent, maar niet leuk dat je allemaal breuken hebt. Ja, heel veel sterkte daarmee. Dus zo direct krijgen we de Extreme Mat. Ja, klopt. We willen zoveel mogelijk aan jullie laten zien, zodat jullie ook zoveel mogelijk inspiratie hebben voor jullie huiswerk. Want ik hoop natuurlijk allemaal dat jullie mee gaan doen en het allemaal gaan proberen. En daarom hebben we het ook opgedeeld in verschillende niveaus. Dus als het ja, het ene niveau je te moeilijk lijkt. Ja, probeer dan gewoon, hè, zoals dit design te maken als eerste. Dan kun je even lekker inkomen. En vaak is het ook iets wat je gewoon moet doen, hè. Trial and error. Zo, nou, nog één blaadje. Aan de bovenkant. En dan gaan we hem even flash curen. Je hebt dus eerst een White is White. Er wordt nog even gevraagd welke producten zijn het nu. White is White gel polish, afgewerkt met Supreme Finish. Je hebt de blaadjes in eerste instantie geschilderd met Liner Gel White. En nu dus met Mace Choice 2020, ook een rode gel polish kleur, ben je die blaadjes aan het maken. En dat is allemaal nog heel vlak nu. Ja. Zo direct ontstaat het relief. Klopt. En dan wordt het echt heel erg leuk.
Ja, want je kunt hem dus op verschillende manieren opbouwen. Je kunt ervoor kiezen om eerst zeg maar te schilderen. Dus de kleur aan te brengen als basislaag. En daar je gel op te bouwen. Dan krijg je echt dat glaseffect, zullen we maar zeggen. Hè, zoals het Murano glas. Maar je kunt ook dus al de kleuren doorheen mengen door de gel. En daarmee bouwen. Dan krijg je een heel ander soort glaseffect. Dus dan heeft de glas kleur. En nu kijk je er als het ware doorheen. Is ook mooi, maar het is anders. En Helene vraagt, kun je de blaadjes ook eventueel invullen met Cerisa Sweeties? Zeker. Ja hoor. Ik zou niet weten waarom. Ja. Wat ik al zei, je kunt ze eerst schilderen en dan opbouwen. Maar nu kies ik ervoor omdat ik jullie dus ook wil laten zien, als je de gemstone gel mengt met een glass gel polish, hoe dat er dan uitziet. Daarom kies ik er nu voor om ze te mengen en dan aan te brengen. Even kijken. Dan stappen we heel even over. Op de Jessica's Choice en de Liner Gel Black. Ja, en je gaat een klein beetje door de basing top heen. Ja, heel klein beetje. Om je penseel een beetje te conditioneren. Hè? Ja, klopt. Moet hier net iets smeuiger van en dat schildert net wat lekkerder. Even in beeld. Ja. Ik kies ervoor om even een klein outlijntje te trekken bij de blaadjes. Je hoeft dit niet te doen. Het is maar net wat jij leuk vindt. Ja, ik vind dat wel mooi, want het geeft net wat meer definitie. Ja, klopt. En zometeen ga ik ook wel de outline van de blaadjes schilderen met dezelfde liner gel. En dan ga ik de groene glas in combinatie met de gemstone gel daarbovenop leggen. Eerst even uitharden natuurlijk. Jet, die merkt op in de comments. Trouwens, iedereen met een salon, sterkte voor de aankomende weken. Daar sluiten wij ons natuurlijk bij aan. Heel veel sterkte in de komende weken, want het wordt natuurlijk, ja, het is nu weer verlengd, de lockdown. En natuurlijk betekent dat dat wij andere workshops gaan aanmaken voor jullie, zodat jullie in ieder geval bezig kunnen blijven en je blijven inspireren. Maar dat betekent natuurlijk ook aan de andere kant dat wel die salons dicht zijn. Michelle, jij hebt ook een salon, hè? Ja. Het is gelukkig dat je hier dat je dan hier bent voor ons. Maar dat heeft best wel impact gehad, hè? Dat heeft heel veel impact gehad, ja, zeker. Want onze salon is natuurlijk ook al dicht. En tijdens de eerste lockdown helaas ook. En nu weer nog 4 weken. Dus ik ben blij dat ik een beetje kan nail art en me kan uitleven. En dan hier te gast mag zijn. Want ja, leuk is anders natuurlijk. En ook omdat we geen steun ontvangen. Hè, dat is het hele grote probleem voor heel veel mensen in onze industrie. Dus misschien krijgen we eind deze week, begin volgende week goed nieuws. Dat we toch deels gecompenseerd gaan worden. Want het zou niet meer dan normaal zijn. En terecht ook. Ja. Ja, daar is ook een actie van de nagelsector. Die heeft een enquête gepost, ook bij ons in de groep. Tracy Shelverton heeft dat gedaan, samen met haar team van de nagelsector. Ik ga daar zo direct nog even wat verder op in. Maar er is een enquête, die kunnen jullie invullen. En die willen zij gebruiken om naar het ministerie toe te gaan, om te vragen om een betere compensatie natuurlijk. Maar goed, gisteren tijdens de conferentie werd ook al aangekondigd dat er andere maatregelen worden genomen. In ieder geval, Iris, jij vraagt, kun je dus ook met andere producten werken dan degene waar je nu mee werkt? Gewoon een vraagje hoor. Ja, dat kan. Je kunt er zelf mee spelen. Je kunt zelf een beetje ontdekken wat voor jou goed werkt. Voor het glaseffect, wat Michelle zo direct gaat creëren, werkt ze met 3 verschillende producten. Daar gaat ze allerlei dingen over vertellen. Maar jij mag natuurlijk gewoon spelen. Verras ons. Want ook Michelle heeft al deze dingen ontdekt bij toeval. Want ik heb gewoon heel veel gel aan haar gegeven en gezegd, nou, veel plezier ermee. Klopt. Je bent nog steeds met je outlines bezig? Ja, ik ga nu het laatste blaadje er even aanschilderen. En dan gaan we hem lekker opbouwen. Dus hier nog even 1 blaadje. Ja, het leuke hiervan is dat het echt goed te doen is. Hoeveel tijd zou je hier in de salon voor nodig hebben? 10 minuten. 10 minuutjes? Ja. Dus een beetje vergelijkbaar met zo'n strassdesign. Ja, zoiets. Ja. Met strassdesign is het eigenlijk voornamelijk goed neerleggen ook. Hè? Dat je het mooie design hebt, dat het echt strak is en symmetrisch. En hier, ja, je schildert erop, je bouwt het erop. Je lakt het even af met de Supreme en het is klaar. Ja. 10 minuutjes. Het klinkt makkelijk, hè? Easy peasy. Maar je moet gewoon een paar keer oefenen. Dat zou ik je echt heel erg adviseren om daarmee bezig te gaan. Ik ga kijken.
Het is zo fijn dat jullie ons blijven inspireren. Zo kunnen we ons blijven trainen en bezig blijven. Heel veel dank daarvoor. Nou, heel graag gedaan, Annemarie. Ik doe het met heel veel liefde en ons heel team doet het met heel veel liefde. Want ja, die passie die moet er natuurlijk wel blijven. En nagels, je kunt er nooit over uit, je raakt er nooit over uitgesproken. Ik zie in mijn ooghoek dat je wel alweer bezig bent met iets en je bakt iets op camera 5. Ja, wat is dat? Wat is dat? Dit is de gemstone gel met de groene glass gel polish. En je hebt een beetje een lekkere dikke, hè, dat kun je nu duidelijk zien op beeld. Hij blijft lekker dik. En ja, dat is wat we willen, want je moet iets hebben om mee te kunnen bouwen. Dat het niet gelijk inzakt als een pudding en dat hij zo lekker alle kanten opschuift, zeg maar. Dus, we hebben ons tip. Die hebben we even geflashcured. En nu gaan we de blaadjes bouwen. Mm-hmm. Dus ik pak een klein beetje gemstone gel op. Wat ik wel doe en ook zou adviseren als je 3D gaat bouwen, is om je penseel altijd even naar elke handeling uit te rollen. Dus je drukt dan echt het pigment er ook uit en al het product, in dit geval dus de gel. En dan weer op te scoopen, dus op te pakken. En dan heb je hem mooi aan één kant liggen. Ja, het bolletje heel ligt goed te echt zien. Op. Ja. En dan gaan we naar ons design. Leggen we hem neer en ik doe eigenlijk een beetje een deppende beweging, zodat hij een beetje uitvloeit naar de punten waar ik hem precies wil hebben. En dan trek je hem iets uit. Even flashcure. 2 seconden. Rol mijn penseel weer leeg. Elvira vraagt of het ook met rubber base kan. Dat kan, maar dat ga je straks laten zien. Hè? Ja, laat ik ook zien. We leggen een tweede bolletje neer. Die leg ik er tegenaan. Ja. Aan deze kant. Dus ik duw weer een klein beetje het product aan. En trek hem weer uit. En weer flashcure. Peggy vraagt, wat kun je gebruiken als je de glass gel nog niet hebt? Nou, dan kun je natuurlijk gewoon een heel klein druppeltje gel polish gebruiken in de juiste kleur. Maar dan heeft het iets meer dekking. Glass gel is het mengt of houdt het transparanter. Je zou ook concentrates kunnen gebruiken als je die hebt, gel polish concentrate. Maar een heel klein druppeltje gel polish kan ook. Of je doet de basis eerst, net als de rode bloemetjes, eerst groen maken. En dan ga je er met clearproduct overheen. Dat kan ook. Dat deed Michelle vanochtend. Ja, klopt. Dus eigenlijk, ja, ik heb gewoon gekeken van alle producten die ik had gekregen van Pepijn. Wat kan ik daar allemaal mee? En gewoon proberen, testen, alles door elkaar heen gooien. En je ziet wel wat eruit komt. En als het niet weg, werkt weg ermee, opnieuw beginnen. Superleuk. Gewoon speelgoed. Oké, ik ben alvast bezig met mijn andere bloemblaadje. Ja. En ook daar leg ik even een druppeltje neer. En trek hem ietsje uit. En even flashcure. En omdat ik de blaadjes toch nog iets hoger wil hebben in het design, ga ik wel even een tweede laagje gel leggen. En je kunt dus ook een derde laagje, een vierde laagje, afhankelijk van hoe hoog je je design wil hebben, voeg je het aantal laagjes toe. Nou, dit design is vrij plat, dus we gaan niet te veel laagjes toebrengen. Ook omdat ik een beetje tijd wil sparen, zodat ik jullie zoveel mogelijk kan laten zien vandaag. Dus 2, misschien 3 laagjes. Oké, pak weer een klein druppeltje op. En het flash cure hoeft maar heel kort, hè, want het is transparant product. Dat is echt een paar seconden en hij is al gezet. Ja, zeker. Oh ja, dit is mooi te zien zo. Hoe je dat druppeltje mooi tussen je penseelpunt en je oppervlak houdt. Ja, dus nu werk ik eigenlijk meer met de draadjestechniek. Dus je ziet echt een soort van draadje tussen mijn penseel komen. Je trekt het met het draadje uit, hè? Ik trek het met het draadje inderdaad uit. Flashcure. En er zijn dus eigenlijk 3 technieken. Een derde techniek laat ik straks ook zien. Dus de eerste techniek vooral om de basislaag aan te brengen. Dus dat je echt de kleur wil verspreiden, maar wel binnen je lijntjes wil blijven. Is een beetje deppen met je penseel. Dan vloeit de gel om je penseel heen. En dan kun je precies mooi bepalen in een mooie ronding waar je hem wil hebben. De tweede is dus die draadjestechniek. Dan zit de gel tussen jouw penseel en de oppervlakte in. En dan kun je mooi het draadje zo meetrekken. En de derde techniek is het rollende techniek. Dus dan rollen we het product uit het penseel. En dan kun je precies bepalen waar je jouw product wil hebben. Dus de bulk van jouw product, waar je die precies wil neerleggen. Maar laat ik straks zien. Ja, het is leuk hè, om het zo te horen dat Michelle er allemaal andere soorten technieken voor heeft ontdekt. Die ze gaat allemaal laten zien vandaag. Maar dat moet je dus ook wel opschrijven hè, voor jezelf. Want dat is dus echt zoeken. Wil je een lang scherp lijntje of wil je juist heel hoog? Allemaal verschillende manieren. We gaan weer snel kijken, want anders missen we misschien iets. Zo. Ja, ik heb toch nog even een derde laagje aangebracht. Kan niet laten, sorry. En nu ga ik naar het andere blaadje.
Dus ik rol weer even mijn penseel schoon. Pak weer een nieuw druppeltje op voor de andere kant. En breng nu ook hier aan. En ik doe het dus maar aan één kant van de blaadjes. Dus aan deze kant heb ik hem aan de bovenkant. Dat is nu de onderkant. Dus als ik hem zo draag, de bovenkant neergelegd. En bij deze ga ik precies het tegenovergestelde doen. Dus nu leg ik de bulk van het product aan de onderkant neer. Zodat het lijkt alsof die als een beetje opstaat. Precies. Zo, ja, dan lijkt het alsof het blaadje een beetje gedraaid is. En dan wordt hij veel levendiger van. Iris zegt, nou, hele goede uitleg. Daar ben ik het helemaal mee eens, Iris. Gemma, jij bent alles aan het noteren. Heel verstandig. Was ik ook aan het doen vanochtend. En Maggie, jij zegt, goedemiddag allemaal. Net ietsjes te laat. Nou, maakt niet uit, Maggie. Je kunt altijd begin terugkijken. En nu gewoon lekker genieten van wat Michelle aan het maken is. Oké. Hij komt weer uit de lamp. Ik heb alvast weer een druppeltje opgepakt. En ik ga hem nu weer neerleggen op het blaadje. Dus dit is ook weer mijn derde laagje. Kijk, en nu wil ik eigenlijk dat hier aan het begin van mijn blaadje het meeste product komt van mijn bolletje. Dus wat ik dan doe, dus dit is een beetje die draaitechniek. Ik leg mijn penseel neer, mijn druppeltje, en ik draai mijn penseel. En je ziet echt dat het meeste product dan daar neer komt te liggen. Ik weet niet of het duidelijk te zien was op beeld, maar ik zal hem straks nog een paar keer herhalen. En op die manier kun je, als je die drie technieken een beetje beheerst, kun je ermee spelen. En dus op die manier kun je dus altijd het design creëren wat jij wil. Dus jij hebt volledige controle over je producten en niet andersom. En dat is toch wel handig. Ja, zeker. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat natuurlijk. Ja. Ook dat je je product gebruikt naar op wanneer het makkelijkst is om voor dat specifieke product te kiezen. Zeker. En dat is bijvoorbeeld, je gaat, nou, dat komt zo direct. Ik ga nog niet verklappen. Nee, doe ik niet. Ik was een beetje geel vergeten, dus ik heb nog even een klein beetje ochre yellow neergelegd. Want we moeten natuurlijk ook het hart van de bloem maken. En die ga ik nu neerzetten. Dus een klein stipje in het midden van mijn bloemetje. En even flash cure. Ja, en Lisette zegt intussen, ik dacht ik ga vandaag lekker op de bank liggen en lekker rustig kijken. Maar ik word hier al wel helemaal enthousiast van. Ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat ik naar mijn salon ren. Ja, ja of je moet het gewoon lekker bij je op de salontafel zetten. Niet dat dat nou altijd verstandig is, hè. Altijd opletten met kinderen en zo. Ja, maar als je die niet hebt, vooral doen. Oké, ondertussen heb ik een pot flash gel gepakt. Zoals jullie kunnen zien is het een heel dik product. Ik zal hem even met een spatula doorspatelen. Dan kunnen jullie ook echt zien dat het, nou ja, het blijft echt zo staan zoals je wil. En dat is dus wat we willen. Het is ideaal voor het bouwen. Dus ik leg een klein beetje neer op mijn paletje. Zo. Gelijk de potjes weer dichtdraaien, hè. Tegen het morsen en dergelijke. Ik maak even mijn penseel schoon. Ach, Anja van S ziet het al helemaal voor zich. Een mooi 3D-bloemetje maken en een beestje ernaast schilderen. Ja, bijvoorbeeld een leuk lieve heersbeestje. Ja. Wat je dan ook weer zo met dat glaseffect kunt maken. Super. Of een kolibrie. Oh, kolibrie, dat is leuk. En dan een klein beetje chameleon flake string. Of een beetje van het pigment of zo. Dat blauwgroen. Oh. Ach, zij ziet het ook weer helemaal gebeuren. Zeker. Je gebruikt trouwens de Flash Gel Thick. Dat is dus een normale gel. Hè. Ik zal het even uitleggen, want niet iedereen kent die gel. Flash Gel Thick, hij is er dus in een thin en in een thick. Maar de thick is dus dikker. Het is de dikste gel die we hebben. Die gebruiken we normaal gesproken omdat die ontzettend goed hecht aan de nagel. Maar hij is heel lobbig. Dus het is echt een gel die moet je bewegen met je penseel voordat hij ontspant en gaat vloeien. Gaat zelf levelen. Een hele specifieke gel die je dus echt wat spitser kunt krijgen, maar ook heel mooi smooth. En jij hebt ontdekt, Michelle, dat als je hem uithart, dat hij nog wat meer wat smoother wordt, hè, wat gladder wordt. Ja, klopt. Ik heb dus die drie gels waarmee ik het heb gebouwd, heb ik allemaal getest. En wat ik heb ontdekt is dat de flash gel, die zakt eigenlijk nog een klein beetje in, terwijl die in de lamp zit. Dus als jij voor jouw klanten bijvoorbeeld, echt voor salonwerk, is die perfect, omdat hij nog wat ronder wordt. Nog wat smoother, dus mensen blijven nergens achter haken en zo. Dat is voor het salonwerk echt ideaal. De rubber base, heb ik van gemerkt, is de meest heldere gel. Dus als je echt een super helder design wil hebben, dan zou ik voor de rubber base gaan. Alleen de rubber base is natuurlijk wat zachter product, wat vloeibaarder. Dus als je de rubber base nog weer wil mengen met een kleur gel polish of glass gel polish, om er een kleur aan te geven, dan wordt hij nog vloeibaarder. En dan heeft hij heel snel de neiging om uit te lopen. Dus dat is het nadeel weer. Elk product heeft voor- en nadelen. Dat is het nadeel van de rubber base, clear.
Het voordeel is dat hij heel snel uithardt. Net zoals de gemstone gel, dat is echt 2 seconden erin eruit. Flash gel heeft toch wel, zou ik toch wel 3-4 seconden geven voordat je hem er weer uithaalt. Anders blijft hij een beetje doorvloeien. En de gemstone gel vind ik persoonlijk is mijn favoriet om mee te bouwen, 3D. Waarom? Omdat je een beetje dat spiky effect kunt krijgen. Dus je kunt echt heel hoog bouwen en hij blijft echt super mooi zo staan. Het nadeel van de gemstone gel is dat er een kleine blauwe sheer doorheen zit. Zo heeft alles voor- en nadelen. En dan zie ik dat Stephanie Auburg vraagt, kun je de gemstone gel ook mengen met wat aquacolor? Ja, dat kan. Dan wordt hij wel wat minder intens van kleur, maar dat kan wel. En Marjonia vraagt, is de flash gel ook in kleine potjes verkrijgbaar, in sample potjes? Ja, de flash gel, al onze gewone gels zijn in sample potjes verkrijgbaar. Dus dat is gewoon een kwestie van eventjes opzoeken. Maar ja, je hebt, als je de gemstone gel hebt, kun je dus de gemstone gel gebruiken. Heb je de rubber base clear, gebruik je de rubber base clear. Ja. Maar we gaan nu kijken wat Michelle aan het doen is. Yes. Nou, ik ben ondertussen alvast de blaadjes aan het vullen met de flash gel. Ik zal deze even een paar seconden uithouden en laat ik jullie hem helemaal zien vanaf het begin. Dus hoe ik hem neerleg en hoe ik hem dan draai en op zijn plek leg. Dus dat ga ik jullie nu laten zien. Als ik hem van mijn paletje oppak, maar draai ik dus eerst weer mijn penseel schoon. Ja. Scoop ik een beetje product op. En soms zit er een draadje aan, draai ik hem er even 2-3 keer omheen, draadje los. Dat draadje overigens, wat je nu op beeld niet kunt zien. Ja. Ja. Ja, hij is nu al een beetje ingezakt, maar er hing inderdaad best wel een lang draadje aan. Die kun je juist ook voor dit soort designs supergoed gebruiken. En ik laat jullie straks een design zien, dat is meer geïnspireerd op sieraden, een beetje de barokstijl, dus de wat sierlijke vrouwelijke stijl. En daarvoor zijn die draadjes ook heel handig. Oké, we gaan weer terug. Laten we even goed kijken wat je aan het doen bent. Ja, dus ik heb mijn... hij is inmiddels nu echt helemaal een mooi bolletje geworden hoor. Ik heb mijn flash gel en ik leg hem neer. Dus ik draai hem van mijn penseel af, terwijl ik hem neerleg. En dan kun je hem of draaiend, dan wordt hij wat vloeibaarder en dan trek je hem naar het midden. Of, zometeen bij de andere bol, even mijn draadje. Hup. Je drukt hem dus aan. Dus wat ik in het begin ook vertelde, hè, dan druk je hem iets aan en dan vloeit iets naar de zijkant. Dat kan ook. Het is maar net wat jij fijn vindt. Je moet gewoon experimenteren, proberen. Dat heb ik ook gedaan. Oké, nog een keer. Pak hem weer op. Ik draai even mijn design, zodat ik er goed bij kan. En nu zal ik hem al deppend. 1, 2, 3. En dan duw ik hem als het ware naar de outlines van mijn design toe. En het laatste gedeelte trek ik hem naar binnen. Draadje losmaken. Klaar. Even flash cure. Wel elke keer flash cure, hoor, want anders loopt hij weg. Zeker omdat er supreme finish onder zit. En dat is natuurlijk super glad oppervlakte. Bij de extreem matte topcoat zou dat iets minder snel het geval zijn. Maar voor de zekerheid, zonde van je design. Davy vraagt, zou het ook kunnen met Power Gel Clear? Die vraag weet ik van vanochtend, dat heb jij nog niet gedaan. Nee. Ik denk wel dat het kan, maar dan moet je natuurlijk steeds met dat spateltje werken. En Power Gel Clear is niet hoogglanzend als het is uitgehard. Dus dan moet je het alsnog natuurlijk wel met Supreme Finish afwerken. Maar probeer het. Ik bedoel, dat is juist hoe je hele leuke dingen ontdekt. Ja, gewoon doen. Testen. Inderdaad, ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Maar oh ja, why not? Ik denk alleen omdat je het met je penseel, met de prep en wipe en zo. En dit pak je gewoon op, je scoopt het. Je hebt direct het product. Ja, ik weet het niet. Je moet het testen. Nou, ik denk ook dat je moet opletten dat je niet te klein werkt. Hè? Zeker in het begin. Nee. Beter ietsjes groter, dan ben je A eerder klaar in de salon. Dat was een tip van Cerise, als jullie dat nog weten. Ja. Maar dat helpt ook natuurlijk met het opbouwen van die kleur. Dat je er eventjes een beetje aan wendt. Nou, Marieke zegt, mijn hoop loopt alweer over van de ideeën. Dat wordt een nachtje doorhalen. Nou, ik wens je alvast heel veel plezier ermee dan in ieder geval. Leuk. Ik vind het altijd heerlijk, een nachtje nagelen. Zeker, absoluut. Ja, dat heb ik ook hoor. Als ik zo'n epiphany momentje heb, dan lig ik de hele nacht wakker en dan... Is het allemaal dingen opzoeken en op Pinterest en Google en noem het maar op. Ja, en dan de volgende dag direct ermee aan de slag. Moet gewoon uit je systeem. Oh, je mag wel weer een beetje op het midden letten. Oh, ja, even snel in de lamp. Nou, Iris zegt, je legt het echt allemaal super goed uit. Voor beginners is het super fijn om te volgen. En Kirsten zegt, Nail Talk Live is echt niet goed voor mijn nachtrust, by the way. Hebben jullie dat ook, dat je gewoon wakker kan liggen van de inspiratie? Nou, dat herken ik in ieder geval heel erg. Ik denk jij ook, hè, Michelle? Ja, sterker nog, mijn vriend herkent dat ook heel goed.
Heel goed. Ja. Maar het is alleen maar goed, zo werkt dat nou eenmaal bij artiesten, kunstenaars, stylisten. Ja. En Linda zegt, je zou ook misschien powergel mengen met een topgel. Nou, dat is zeker de moeite van het proberen waard. Absoluut. Proberen en laten zien, hè? Maak er je huiswerk mee. Ja. Nou, ik ga een tweede laagje aanbrengen op de bloemblaadjes, om ze nog iets hoger te krijgen. En dat doe ik aan één kant van de blaadjes. Dus in dit geval kies ik bijvoorbeeld de linkerkant. Ik maak gebruik van mijn draadje die ertussen zit en trek hem iets uit. Roos vraagt, een andere vraag tussendoor, kun je met flashgel ook een inlay cappen? Ja, dat kan. Alleen flashgel is heel flexibel. Dus mijn voorkeur zou toch standaard beelder hebben, omdat die harder is. En ook wat makkelijker zichzelf laat verdelen. Maar ja, het zou wel kunnen met flashgel. Moet je even ook mee spelen. Maar dan moet je dus echt wel de gel bewegen, hè, want dan pas trekt die glad. Jascha zegt, als je nou niet zo goed kunt handpainten, kun je dan ook een bloem of iets anders stempelen en dan verhogen. Briljant idee, Jascha. Dat kwam vanochtend ook ter sprake. Zeker doen, ja. Want dan kun je op die manier kleur je hem in en dan ga je hem vanuit daar opwerken. We hebben hele mooie stempelplaten met grote bloemen. Of de unicorn stempelplaat bijvoorbeeld, is natuurlijk ook helemaal ideaal hiervoor. Kelly zegt, ik ben al heel blij dat de workshop overdag is. Ik krijg een soort van adrenaline kick ervan. Super tof. Ik ben weer bij met de comments. We gaan weer even kijken bij Michelle. Ja, en natuurlijk die stempelplaatsen zijn ideaal, hè, voor salonwerk. Je wil gewoon dat het mooi is, maar vooral ook snel. Hè. Ja, tijd is geld, zo werkt het nou eenmaal. Dus als je daar tijd op kunt besparen, tuurlijk, zet die stempel erop, kleur hem lekker in en bouw hem op. Scheelt je misschien toch weer 2-3 minuten. Ja. Oké, nou, ik heb 2 van de 5 blaadjes heb ik nu een tweede laagje opgelegd. Dus ik doe het nu ook nog even bij de andere 3. En daarna gaan we hem nog even aflakken met de Supreme Finish. Omdat er natuurlijk een plaklaag op zit. En we willen geen dof design hebben als aan het einde, als we klaar zijn. Nou, dan krijg ik weer. Ik heb een vraag van Jolene. Misschien een stomme vraag. Nou, Jolene, er zijn geen stomme vragen. Dus kun je met die flashgel ook een nagelverlenging maken of een nagelversteviging? Die komt net binnen. Ja, de flashgel is echt ideaal om te gebruiken op de natuurlijke nagel. Want die hecht het allerbest van alles. Dus je kunt het vergelijken met rubberbase. Alleen deze gel bestaat al heel lang. Heel flexibel. Je kunt er ook een nagelverlenging mee maken. Maar dan zou ik niet heel erg lang gaan. Dan zou ik hem toch wel redelijk op salonlengte houden. Maar dat kan dus zeker. Er is iemand die ligt eruit. Die heeft geen beeld meer. Maar gelukkig hebben de andere mensen daar geen last van. En dan zegt Chantal. Het is eigenlijk het makkelijkste met gemstone gel en flash gel thick. Voor een mooie stevige opbouw. Ja, maar het kan dus ook met de rubberbase clear. En die heeft dan weer als voordeel dat die super clear is. Want daar zit dat blauw filter niet in. Dus dat is een beetje afhankelijk van wat je wil maken. Ja. Maar dat, later zie je al die verschillende dingen terugkomen. Klopt. Ja, we laten jullie zoveel mogelijk zien met verschillende producten. Zodat voor iedereen wat tussen zit. Nou, ik ben even aan het uitharden. Ik ga nu mijn laatste blaadje even aanbrengen. Dus de tweede laag van mijn laatste blaadje. En dan gaan we hem even aflakken. Oh nee, we moeten nog even steentjes plakken natuurlijk. Ja, steentjes natuurlijk. En hoeveel laagjes heb je nou op de bloemblaadjes gedaan? Maar 2. Maar 2, dat valt mee. Ja. Dat is een mooie, vrij plat design. En wat ik al zei, voor salonwerk is dit ideaal. Je kunt natuurlijk ook nog een steentje in het centrum van de bloem leggen. Dat zou ook superleuk zijn. Ik moest even iets bijstellen. Ach, Patricia, jij moet even naar de tandarts. Oh, veel plezier, hoop ik. Zo. Dan ga ik alvast even overschakelen naar een ander penseel, namelijk de Pepijn's Choice en de Liner Gel Black. Moeilijk woord. Om even het mooie lijntje, het soort van kettingje wat ik eronder heb. Ik zal het nog 1 keer laten zien even op beeld. Kijk, we hebben een soort van kettingje onder het bloemetje hangen met een paar steentjes en een paar bullions. Dus die wil ik er ook nog even opmaken. Daarvoor pak ik dus Pepijn's Choice, lange haren. Dat is makkelijk met lange lijnen trekken. En de Liner Gel Black met een klein beetje bezemtop, zodat die lekker smooth over het oppervlakte glijdt. Even goed mijn penseel laden. Draai mijn penseel ook tijdens het laden even. Zo. Okay. Ja, fijn penseel is dat, hè, Pepijn's Ja, Choice. Heel fijn. Ja. Oh. Ben ik maar wel ideaal voor hele dunne lijntjes. Zeker.
Kijk, en op de aanzet hier ga ik dus mijn steentje plaatsen. Daarmee camoufleer je zeg maar de, waar de twee gedeeltes elkaar raken. Ja, verder volg je de ronding van de nagel, hè? Ja. Dus. Is het makkelijkst, maar ook het mooist. Oh, het is de visueel het aantrekkelijkst, laat ik zo zeggen. En ik heb Petra is in de house. Hi Petra. Kun je de liner gel eigenlijk ook als een spider gel gebruiken? Vraagt Stephanie Ouwburg. Nou, ik zou daarvoor fast liner gel gebruiken. Liner gel is gewoon echt, daarmee moet je echt tekenen. Terwijl een spider gel zijn natuurlijk van die lange draden. En dat heet bij ons de fast liner gel. Een pingelpangeltje, vroeg Jessica toe. Wat ja, is een pingelpangeltje? Klopt. Ja, een pingelpangeltje. Oh, en Vanessa zegt, hopelijk heb ik niet te veel gemist. De pakketbezorger kwam mijn gewonde prijs brengen en werd gelijk aangesproken over mijn stiletto's van de e-workshop van Wendy. Dat is grappig. Lief Niels ook live team en Linda Magnetic, bedankt voor de prijs en bedankt dat jullie dit voor ons doen. Jullie zijn toppers. Nou, wat ontzettend fijn om te horen. Wat leuk dat je kritiek krijgt of dat meteen die nagels worden besproken. En heel veel plezier met je prijs. We hebben vandaag natuurlijk ook weer een prijs, maar dat doen we pas als design klaar is. Dan gaan we vertellen wat precies het huiswerk is, et cetera, et cetera, et cetera. Zo, ik heb ondertussen even twee, steentjes neergelegd. En nu pak ik even een paar bullions op, die rol ik even door de base en top. Ik heb gemstone gel, of de flash gel heb ik er gewoon onder gelegd, omdat ik die op mijn paletje heb liggen. En die hecht supergoed. Alleen mijn bullion wil even niet hechten. Zo. Ja. En dan leg ik er twee hier neer. Ik vond die tip trouwens van Sylvana ook zo handig. Wat? Met de achterkant van het penseel. Ja, ik werd er helemaal opgewonden van. Echt een epifanie, hè? Ja, ja nou, hoe bedenk je het? Ja, zo simpel, maar gewoon zo effectief. Heerlijk. Patricia, jij zegt, oh, veel te laat ingeschakeld. Maakt niet uit, straks komt er nog een ander design. Of weer een andere techniek. Natasja zegt, ben er eindelijk, had een bespreking met de advocaat. Nou, ik hoop dat het goed is gegaan. Oh, yeah. Ik ga straks een bestelling doen, zegt Roos. Ik krijg hier een koopverslaving van. Oh, nou ja, veel plezier met het maken van je bestelling dan. En Ramona, jij bent heel druk bezig met de trap schuren en schilderen. Nou, dat is me een klus. Ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Want ik heb dat ooit een keer geprobeerd in mijn leven. Uiteindelijk heb ik hem laten stofferen. Want ik kwam er gewoon niet doorheen. Sommige dingen moet je laten doen, hè, Pepijn? Ja, ik zat er met mijn nagelvel die trap te schuren. Dat was niet zo handig. Ja, echt. Maar goed. Daphne heeft ook de prijs in ontvangst mogen nemen. Zo gaaf mee. Heel erg blij. Heel erg bedankt, Pepijn en Linda. Natuurlijk het hele Nail Talk Live team. Nou, heel graag gedaan, Daphne. En jij bedankt voor het meedoen, hè. En Kirsten zegt, ja, dat is de magic van Magnetic. Ze moeten ergens geld mee verdienen. Ja, iedereen moet ergens geld mee verdienen. Maar we doen dit eigenlijk met name omdat we het gewoon heel erg leuk vinden. En ik vind het zo leuk om al die trainers te zien met al die technieken. En Michelle, ik wil je even compliment geven. Normaal gesproken doe ik dat natuurlijk niet on screen, maar je legt het echt supergoed uit. Oh, dankjewel. En dat is best leuk om te zien hoe iemand zichzelf ontwikkelt, hè, zo als je dan samenwerkt. Ja. Echt cool. Nou, ondertussen ben ik bijna klaar met mijn design. Ik ga gewoon lekker door. Ik heb dus even de Supreme Finish gepakt en de Detailer 1. En daarmee lak ik even over mijn blaadjes heen. Zowel de groene blaadjes als de rode blaadjes en het centrumpje van mijn bloemetje. En die hard ik uit. Anderhalve minuut nu. Even goed uitharden. En dan is die klaar. En dan laat ik jullie zo nog even wat andere variaties zien om jullie een beetje te inspireren. Nou, Etty is ook mee aan het kijken. Ze zegt echt heel erg gaaf. Dat weet jij misschien niet, misschien wel. Maar Etty is een van onze trouwe kijkers. Ja. Dus die zeg ik er helemaal gelukkig mee. Leuk. Die rechtszaak, die advocaat, dat ging over de naamswijziging van dochters. Nou oké, dat is niet zo vreselijk dramatisch. Ik denk altijd bij het woord advocaat, nou bij mij schiet meteen een rode vlek in mijn nek. Mirjam heeft lekker buiten gewandeld en kijkt nu samen met haar dochter. Nou, hartstikke leuk. Nail Talk Live is verslavend, zegt Cézanne, wil het liefst meedoen met alle workshops. Over al die workshops gesproken, er komen er nog veel meer, hè? Ik heb het al gezegd, maar vanwege de lockdown, we gaan gewoon door. Dus we hebben er al 9 extra gepland. Alleen, ik had geen tijd om een afbeelding te maken, dus die ben ik jullie verschuldigd. Ja, Lisette, jij bent een beelddenker, je ziet mij al zitten op de trap met een vijl. Ja, nou dat was heel wat hoor. Ik dacht dat is handig, want dan kon ik mekken in die hoekjes. Ja, dat leek me heel handig.
Ik ben ondertussen het huiswerk aan het maken voor de workshop van Sylvana, zegt Patricia. En Jascha zegt, ik denk bij advocaat aan het alcoholische drankje. Oh, misschien is dat een betere connotatie in mijn hoofd. Ik zal even proberen dat erin te krijgen. Dan krijg ik iedere keer gewoon een proostmomentje. Hij is uitgehard, denk ik, hè, liever? Ja, hij is klaar. Dit is het resultaat. Nou, toch super cute. Doet me een beetje denken aan een poëziealbumplaatje. Ja, zeker. Ja, schattig design. Ik heb ze bijvoorbeeld ook hier. Ja, oh, zo leuk. En ik heb nog een aantal andere voorbeeldjes gemaakt voor jullie. Nou, moeten jullie kijken hoe leuk is dit, hè? Dat Margrietje is ook zo mooi. Ja. En het is echt van heel plat. Het middelste is echt, nou, er zit bijna geen opbouw op. En deze is, zoals jullie kunnen zien, ook wat, wat meer lagen opgebouwd. En ik laat hem even van de zijkant zien, dan kun je echt het verschil zien. Ja, want hoeveel lagen zijn dat dan, denk je? 5 lagen of zo, ongeveer. Ja. En wat wel heel leuk is, is dat ik hier heb ik de inlay diamonds in verstopt als de centrumpjes van de bloemetjes. Geeft een heel ander effect. Lekker sparkly zo af en toe. Ligt eraan hoe het licht erop valt. Dit is juist weer heel erg glad, hè? Dus heel erg bol. Dus voor salonwerk heel erg handig. Dit heeft iets meer hoekjes eraan, dus mensen zullen wat sneller blijven hangen. Deze heeft ook inderdaad de glass gel polish groen met de gemstone gel gemixt om de blaadjes mee te bouwen. En dan kun je ook zien dat die blaadjes helemaal mooi meecurven als het ware. Er zit echt een curve in. Deze is dus vrij bol. Deze is heel plat. Ja. Dus is meer de achtergrond geschilderd en dan een klein laagje gel eroverheen gelegd. Deze is wel weer vrij bol. Ja. En dit is een beetje hetzelfde design als deze. Een paar steentjes erbij, mooie omkadering eromheen. En ja, je hebt gewoon een heel minimalistisch design, wat heel goed ook kan op shorties of op hele lange nagels. Maar het is echt level 1 voor salonwerk. Perfect. En ik heb ook nog een andere variatie, dat is deze. En dit zijn roosjes. En hier heb ik 2 verschillende varianten van gemaakt. Want dit is dus gemengd met de blauwe glass gel polish. Ja. Dus hier is het hele, hele blad is door en door gekleurd. Deze is de ondergrond geschilderd. En daar overheen is de transparante gemstone gel, rubber base, flash gel, wat je wil, overheen gelegd. Dus hier kijk je er als het ware in. Terwijl dit is een full cover, full color. En als je hem van de zijkant ziet, kun je ook het verschil zien. Dan zie je nu een beetje die transparantie. Oh, er zit een haartje aan mijn. Ja, ik vind het alle twee wel leuk. Ik vind dat transparante, dat je er zo doorheen kunt kijken, ook wel echt heel gaaf. Ja. Echt een beetje geïnspireerd op het Murano glas, hè? Ja. Dus dat zijn de 2 variaties voor level 1. Ja, voordat we doorgaan heb ik vragen. En iedereen is helemaal, helemaal lyrisch natuurlijk. Lisa, jij zegt, mag je ook een water decal opbouwen? Nou, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee van je. Zeker. Dat moet je zeker proberen. En laat het dan even zien, hè, hoe dat is gegaan. Dat vind ik echt een heel goed idee. Dus daar zou ik nooit op zijn gekomen. Marlies zegt, wauw, de tweede van links. Nou, dat is toevallig ook mijn favoriet. Dus vandaar dat ik het noem. Beeldschoon zegt, ja, ze kan het. Nou, helemaal mee eens. Kirsten zegt, echt heel erg leuk. Hoe kom je erop? Nou, jij bent volgens mij getrouwd met Pinterest en kunst. Kunst, ja. Ja, dit kwam ook een beetje voort uit de ketting die ik draag is van Murano glas. Die heeft mijn oma ooit gekregen van mijn opa. Dus uit het Murano, bij het Murano Museum heb je dus ook winkels. Die heeft mijn opa ooit voor haar gekocht. Die is naar mijn moeder gegaan. Mijn moeder heeft hem weer aan mij gegeven. En het voordeel van Murano glas is dat het zo ontzettend mooi. Het blijft door de jaren heen zo ontzettend mooi. Dus dat was een beetje, toen ben ik gaan googlen. En ja, dan kom je op Murano, dan zie je hanen, peacocks, je ziet van alles met zowel full color, zeg maar, dat de kleur er helemaal doorheen zit, als dat die echt opgebouwd is als glas. Ja, dan is het los, hè, bij mij, dan gaan we alle kanten op. Ja, dan heb ik natuurlijk weer een leuk weetje. Murano is een eiland voor de kust van Venetië. Klopt. En daar zaten de eerste glaskunstenaars van de wereld. En zij waren zelfs de eerste die spiegels konden maken. En toen Versailles werd gebouwd, toen wilde Lodewijk XIV, die wilde de spiegelzaal. En toen heeft hij glasbewerkers uit Murano laten ontvoeren om daar de spiegelzaal te kunnen maken. Want niemand wist hoe je dat moest doen, grote spiegels. Dus het is echt, eigenlijk zou je dat een keertje moeten bezoeken. En dan ook zo'n ketting vragen natuurlijk aan je partner, hè? Of een paar. In ieder geval, Jet vraagt, breekt het niet snel af zo, die laagjes? Want is dit gevoeliger dan bijvoorbeeld een steentje? Nee, want het is gewoon, het is kunstproduct op kunstproduct. Dus het hecht heel goed. Ja, tenzij hoe hoger je bouwt,
hoe kwetsbaarder het wordt. Want net zoals een berg bouw je hem als het ware in een punt op. Dus het puntje zal veel gevoeliger zijn dan de bodemlaag. Maar in principe, als je hem gewoon goed volledig uithardt. Ja, wat Pepijn eerder al vertelde. Je hebt mensen die hebben de handen in de zakken. En je hebt mensen die niet de handen in de zakken hebben. En daar zit verschil in. Dus gewoon een klein beetje voorzichtig mee zijn. Het is een sieraad. Hè? Zo moeten mensen er ook mee omgaan, als het goed is. Ja, en er zijn wat mensen die hebben een boel gemist. Nou, deze opbouw was gedaan met de Flash Gel Thick. Straks gaan we ook met de gemstone werken en we gaan ook nog de rubber base laten zien. Die kun je namelijk ook gebruiken. Oké, jij gaat je voorbereiden voor het volgende design, level 2. En dat betekent dat wij even gaan naar het huiswerk. Ik zie in de comments dat er iemand is die zegt, ik heb geen tijd voor het huiswerk. Maar er zijn gelukkig ook een heleboel mensen die wel de tijd hebben voor het huiswerk. En wat is het huiswerk dan ditmaal? Kijk mee. Het huiswerk is twee verschillende designs maken en die moeten gebaseerd zijn op de voorbeelden en technieken die Michelle heeft laten zien. Dus twee verschillende gel ornamental designs. Nou, er komen zoveel ideeën zo direct op de revue gepasseerd, dus dat komt vast helemaal goed. Wat zijn de regels? We hebben de regels. Die hebben vorige keer afgelopen maandag natuurlijk ietsjes aangepast, maar dat blijft dus nu natuurlijk van toepassing. Dus wat zijn de regels? Kijk mee. Je stuurt alleen je huiswerk in via de link die in het album 3D Gel Ornamenten staat. En als je je certificaat hebt verdiend, dan krijg je persoonlijke feedback van de trainer. Wij plaatsen dan vervolgens jouw foto's in de Nail Talk Live groep en dan in het betreffende album passend bij deze workshop. En daar heb je 1 week de tijd voor. Dus stuur het huiswerk via de link in. Die link die vind je ook in het reglementen, hoe heet zo'n ding? Bericht, wat boven in de groep staat van Wendy. Daar stuur je het in. Als je je certificaat hebt verdiend, krijg je persoonlijke feedback. Of er wordt gevraagd, dus probeer dit eens, dus probeer dat eens, dus verbeter jezelf. Nou, dan plaatsen wij de foto's in het album en dan kan iedereen ze zien. Nou, als je dat hebt gedaan, krijg je natuurlijk je e-certificate van deelname. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ik ken sommige mensen die hebben iedere keer meegedaan, dus het is echt super cool. Maar je maakt ook kans op een mooie prijs. En wat is die prijs dan? De prijs is de gemstone gel, het detailer nummer 3 penseel en Jolly, ik kan het niet zien, en 4 verschillende kleuren gel polish. 1 van de sheer zit erbij. Ja, de Delicate Orchidee als het goed is. Ja, de Delicate de Orchid, de Inner Warmth. En de chocolate. En de Milky Chocolate of de chocolate. En daar doen we dan ook nog leuk bij een sample potje Flash Gel Thick. Ja. Want dan heb je die ook erbij. Dat is helemaal leuk. Ja. Nou, als je dat dan hebt gedaan, dan heb je dus, kun je meedoen, kun je dat winnen. Aanstaande vrijdag is het de beurt aan Annelies de Brabander. En Annelies gaat samen met Jessica cartoon designs maken. Nou, hoe leuk is dat? Toevallig is dat ook een van de dingen die Michelle heel vaak en heel mooi kan doen. Maar Annelies is daar ook dus heel druk mee bezig geweest. Jessica neemt mijn plaats over, want ik heb een paar afspraken die ik helaas niet kan verzetten. Aanstaande maandag is het dan de beurs aan Cheryl Jadonat. En Cheryl gaat natuurlijk aan ons vertellen wat de seduction producten zijn, hoe je die kunt gebruiken, hoe je die in jouw salon aan je behandeling kunt toevoegen om jouw behandeling completer te maken. Maar ook hoe je die nou het best kunt verkopen aan jouw klant. Ik krijg een Siri-melding. Ja, soms denk je bij jezelf, Siri, ik wil je niet. Maar hoe je dat dus aan je klanten kunt verkopen. Want uiteindelijk is de verkoop die je genereert uit basis van je retailproducten een heel interessant stuk omzet wat we vaak laten liggen omdat we dat niet durven te doen in onze salon. Nou, daar heeft Cheryl allemaal ideeën over. Dan heb ik het nog niet uitgewerkt, maar wat kun je nog meer verwachten van ons in de komende weken? Nou, zo bijvoorbeeld Wendy gaat je laten zien heel veel verschillende technieken waarmee je babyboom kunt maken. Met gel, met fibercoat, noem het maar op. Jessica gaat portretten schilderen op nagels in een e-workshop. Cerisa gaat een 3D French manicure nagel maken, dan ga ik misschien, als ik daar tijd voor kan maken en iemand mij kan helpen, een tweede level van de 3D acrylbloemen doen. Linda die gaat de ballerina nagel maken, maar dan in een salonversie, zodat je die ook straks kunt gaan aanbieden. En Deborah die is nu aan het stoeien wat ze gaat maken, maar dat worden waarschijnlijk leuke zomerse designs die jij dus straks leuk kunt gaan aanbieden in de salon. En hebben we nog een aantal verrassingen in petto, maar die heb ik nog niet kunnen bereiken. We gaan dit allemaal uitwerken, zodat je aanstaande vrijdag krijg je daar een compleet overzicht van. En dat overzicht krijg je dan van Jessica, want die staat dus hier dan op deze plaats. Even kijken, de planning heb ik gedaan. Ah, natuurlijk. Ik had het al gezegd. Tracy Shelverton stuurde mij afgelopen maandag een berichtje met de vraag, Pepijn, kun jij ons helpen? Want we hebben jullie
mijn en jullie hulp nodig om samen te komen, zodat we naar het ministerie kunnen gaan om te vragen of we een betere compensatie kunnen krijgen, of het beter geregeld kan worden voor ons als saloneigenaar, voor jullie als saloneigenaar nagelstylistes. Dat is dit bericht. Dat vind je in de Nail Talk Live groep van de nagelsector. Ik zie dat er al heel veel mensen hebben gereageerd. Maar er zit een enquête bij. Vul die enquête in. Het is volledig anoniem. En dan geef je nagelsector wat extra tools in handen waarmee zij naar het ministerie kunnen gaan. En daarmee kunnen we dus nagelsector en dus elkaar proberen te helpen. Belangrijk om te doen, maar voel je vooral vrij, hè, als je dat wil of ook als je het niet wil. Maar uiteindelijk, als wij samen onze krachten verenigen, dat betekent het dat we waarschijnlijk een grotere slagkracht hebben richting het ministerie. Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat we kunnen blijven bestaan en door kunnen blijven gaan. Dat doen we ook door gepassioneerd te blijven, geïnspireerd te blijven en om hier samen te komen, om gezellig met elkaar over ons vak te keuvelen. Ik zie... Hopelijk niet te moeilijk, zegt Natasja Reiners. Die 3D-bloemen vonden vorige al zo moeilijk. Wel spulletjes aangeschaft voor een nieuwe poging. Natasja, ik ga het gewoon heel makkelijk maken. Maar wel leuk. Maar wel makkelijk. En ik zit erover te denken om het dan met name te richten op hoe je dat dan moet gaan inlayen. Dus flat lay designs, 3D, flat lay designs acryl. En die dan inlay te gaan doen, zodat je ook weet hoe je dat glad kunt dragen. Want ik denk dat dat ook wel fijn is om te weten. Nou, voordat we naar Michelle gaan, hebben we even een commercial. Dan kan ik even jullie comments eventjes snel teruglezen. En dat is de Through the Looking Glass Gel Polish, de Glass Gel Polishes. We hebben er al 6, maar binnenkort waarschijnlijk meer. Ja, en ik zie in de comments de vraag, moet ik ook step-by-step foto's maken van mijn huiswerk? Nou, ja, dat vergeet ik helemaal. Je moet inderdaad step-by-step foto's maken, want we hebben het maandag al over gehad, dat er natuurlijk een aantal inzendingen bij waren die uiteindelijk niet bleken te zijn van de persoon die... van de persoon die zat ingestuurd. Daarom vragen we die step-by-step foto's. Dus doe gewoon 3 stappen per design. Dan kunnen we verifiëren dat ze ook werkelijk door jou zijn gemaakt. Ja, soms moet je dat soort dingen doen. Wat ik ook nog even moet zeggen, voordat we naar Michelle gaan, is dat we voortaan op de technische nagels, dus echt de nagelvormen, zoals de stiletto-nagel van Wendy, maar straks ook de babyboom of de ballerina-nagel en de 3D French manicure, gaan we technischer beoordelen. Dus vanaf de volgende keer dat we een technische nagel doen, hebben we ook echt een beoordelingslijstje van de punten die wij gaan beoordelen en waar je dus ook dan feedback op krijgen, gebaseerd op die punten, om te zorgen dat je in ieder geval echt opbouwende feedback krijgt, maar dat je ook te horen krijgt welke dingen je echt moet verbeteren. Want ja, soms is dat nodig en dat is helemaal niet gek, hè, bij zo'n andere nagelvorm, dat je daar echt verbeterpunten in hebt. Dus we maken het aan de ene kant wat strenger, maar aan de andere kant is het iedere keer een feestje. En dat doen we natuurlijk omdat het ons vak is wel een vak. Het is wel iets wat made for professionals, voor professionals, want het zijn de professionals die nagels maken in het salon. Dus om dat te waarborgen, doen we dat op die manier. Nou, ik vind dat ik nu wel weer genoeg heb gesproken. Ik zie mezelf ook daar op beeld. Ik denk bij mezelf, jeetje Mina, wat een rood hemd heeft hij toch aan. We gaan terug naar Michelle. Ja, het is absoluut een vak. Hè. We hebben echt een ambachtsvak en daar mogen we zeker trots op zijn. Dus ik vind het ook goed dat er streng beoordeeld wordt. En waarom? Je leert er alleen maar van. Ik doe zelf ook regelmatig nog mee met wedstrijden. Ik zit nu ook weer in een wedstrijd. En aankomende vrijdag is de uitslag. Dus ik
hoop het, fingers crossed. Ja, ik heb het al gezien. Je mag het nog niet laten zien. De volgende keer dat je hier bent. Volgende keer zal ik hem laten zien. Of ik kan hem wel even in de groep gooien. Dat kan ja, ook. Leuk. Ja. Maar goed, weet je, daar ook, ik leer daarvan. Iedereen leert daarvan. Hè. Je kunt het inderdaad zien als kritiek of je kunt het zien als feedback. En als je het ziet als feedback, dan doe je het de volgende keer net iets beter of net iets anders. Dus vat het goed op. Pak het goed op en ga er lekker mee aan de slag. Oké, we gaan naar het volgende design. Ik laat jullie even zien welk design het gaat worden. Ik heb hier een x-aantal tipjes voorbereid. Ja, cute hè? Dit zijn de 3D bowties, dus de strikjes. En ik heb ze in verschillende variaties gemaakt. Dus deze is heel hoog opgebouwd, deze is ietsje platter, deze is vrij plat. Die ga ik vandaag ook voor jullie maken, maar dan wel met de tijgerprint ondergrond. En deze is ietsje breder opgebouwd. Dus dit is weer een andere gel dan die. En dan die. En dan die. Je moet gewoon testen. En bij elke gel komt gewoon net een ander resultaat uit. Dat is ook helemaal niet erg. Dus we gaan de tweede variant maken. Dat is een beetje de salonversie. Dus dit is level 2. Oké, we lakken eerst de ondergrond. En daarvoor gebruiken we de nail plate extender. Die heb ik afgelakt met een matte topcoat. Ik zie dat ik hier een klein dingetje nog erop heb zitten. Dat is de nummer 225. Gelpolish 2, krijg ik in mijn oor hoor. Kijk. Ja, Wendy is zo'n multitasker. Ja, dankjewel Wendy. Ik pak weer een Jessica's Choice en even de zwarte liner gel. Want ik ga eerst even de outlines doen van mijn design. Dus van de bowtie. Je kunt hier natuurlijk inderdaad, als je die hebt, een stempel voor gebruiken. Of inderdaad een waterdikkel. Vind ik ook heel erg handig. Er zijn nu al mensen die zeggen, oh jee, hoe dan? Huh? Wat? Hoe? Huh? Hoe? Ja. Nou, ik ga het laten zien. Is niet heel moeilijk hoor. Nee. Het is gewoon een kwestie van goed opletten. En maak tussendoor even screenshots voor jezelf. Want dan heb je een soort step-by-step. Ja, zeker. Dus ik maak eerst even een beetje het center point. De ene keer begin ik met het center point. De andere keer begin ik met eerst de zijkant van het van de bowtie, van het strikje. En die ga ik even curen. 2 seconden. Je kunt hem ook, vaak zet ik hem wel in 1 keer erop, moet ik zeggen hoor, design. En dan ga ik hem pas flash cure voordat ik hem ga inkleuren. Nu zal ik hem even tussendoor even uitharden. Voor jullie ook als tip. Als je dan een foutje maakt, kun je hem gewoon even met een prep en wipeje afnemen. En kun je weer overnieuw beginnen. Dan maken we rechtsboven een soort van ootje. Dat is de opening van onze bowtie. Dus we gaan naar boven, we ronden hem een beetje af. Pak een klein beetje gel weer op. En die kleuren we in. En ik zou je adviseren om hier een detailer 1 voor te pakken, maar ik ben een klein beetje lui, want ik heb nu toch de Jessica's Choice in mijn handen. Evie vraagt of je straks het resultaat ook vanaf de zijkant kunt laten zien, zodat we een idee hebben hoe hoog het is. Maar dat gaan we straks doen, hè? Ja hoor, zeker. Zul je schil straks alles bij elkaar zetten, dan kun je goed dat zien. Ja. Cora van Dongen vraagt, hoe voorkom ik met de nail plate extender strepen in de lak? Heb jij daar wel eens last van? Nee, eigenlijk niet. Herken ik niet. Nee. Misschien iets voller lakken en even laten settelen voordat je hem uithardt. Dan smelt hij een beetje samen. Niet te dik, hè, maar ook niet te dun, want dan krijg je wel een beetje, kun je streepjes krijgen. En echt zweven met je kwastje. Maar we moeten nu echt zweven terug naar Michelle, want anders missen jullie hoe ze dat mooie strikje schildert. Oh, Jessica zegt, er staat een leuke strik op de stempelplaat 25, Christmas 02. Hey, nou, kijk, dat is handig om te weten. Super handig. Dan kun je dit helemaal overslaan. En Elvier zegt, kun je hem ook licht sprayen met de airbrush? Ja, dat zou ook leuk zijn. Kan ook, hè? Zeker. Ja, ik kan niet airbrushen. Nog niet. Nee, maar dat ga je binnenkort doen met Jess, hè? Ja. Oké, okay. Ja, dat ga ik binnenkort doen met Jess. Leuk. Okay. Volgens mij verklap jij iets. Nee hoor. Oh. De hele regie ligt nu in een deuk, maar er is niks aan de hand. Ik krijg rode vlekken. Ja, is niks hoor. Ik heb niks verklapt. Nee, doe ik nooit. Zo. Heb je dat nou met liner gel ook ingekleurd, vraagt Maggie. Ja. Sorry, ik moet er bijna van huilen van het lachen. Mensen. Dat hoeft niet. Nee. Oké, dat was even een ongemakkelijk momentje, maar we gaan gewoon verder. We doen alsof er niks aan de hand is. Heel leuk strik.
Maar leuk, ik heb er zin in. Je doet dus de ene kant doe je boven zwart maken en de andere kant ga je straks beneden zwart maken. Hè? Klopt, ja. Maar waarom doe je dat aan twee verschillende kanten? Omdat het een leuk speels effect geeft. Je kunt ook allebei boven doen, alleen hierdoor heb je net iets meer levendigheid zeg maar, in je design. Ah. En dat is wat wij graag willen. Nou, ik word helemaal uitgelachen op internet. Ja, ik ben er gewoon. Maar goed, de moed is nu weer helemaal terug. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe deze gaat worden. Ik heb hem al gezien, maar het is zo mooi. Zo. Nou, hier valt hij ietsje van ons design af. En dan komt hij er hier weer op. En aan deze kant ook. Sluiten we mooi aan. En dan heeft ons strikje heeft natuurlijk van die dingetjes eraan hangen. Van die ribbons. Die moeten we dan ook even aanschilderen. Ja, ik zie ook wel dat je, als ik hier nou zo naar kijk, zie ik ook echt dat je regelmatig cartoons tekent. Want daar heeft het ook het strikje wel wat van weg, hè? Ja, klopt. Ja, Jet, ik ben het met je eens. Strikje is alleen zo, is zo al gewoon helemaal leuk. Ja. Een paar stipjes erop met zwart. Misschien een klein beetje wit, is ook leuk. Misschien even vasthouden. Even een screenshot momentje, want dan heb je een goede step-by-step voor jezelf. Screenshot, tjak tjak. Ja. Ja, oké. Ga ik hem even uithouden. Ja. Ja, het is inderdaad, het gaat allemaal over airbrush. Het is heel erg leuk. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik nu moet vertellen. Maar wat ga je nu doen? Je hebt verschillende kleuren op je palet, geloof ik, hè? Ik heb inderdaad de, ik moet even spieken, wat was dit ook alweer? De Inner Warmth, de Burning Orange, de Chocolate Delight en de Jolly van de nieuwste collectie. Dus dat zijn de glitters. Hier, glitter. Chocolate Delight, Burning Orange en de Inner Warmth. En ik had al een klein beetje Ochre Yellow nog liggen van mijn eerdere designs. Die gebruik ik ook mee. En dan ga ik eerst even mijn strikje een klein beetje kleur geven. Dus ik pak de donkerste kleur, dat is de chocolate. En die zet ik zo her en der op mijn design. En die ga ik een klein beetje blenden. En omdat het op een matte ondergrond is, is het makkelijk te blenden op deze manier. Gewoon dep, 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 dep. Maar ja, Sabrina krijgt dan een beetje het Minnie Mouse gevoel bij dit strikje. En dat had ik ook. Maar zo direct met die tijgerprint eroverheen is dat gevoel weer weg, hoor. Ja. En dat deppen, daarmee blend je hem dus eigenlijk in. En dat is met name makkelijk omdat je met Extreme Matte als basis lager werkt. Klopt, hè? Ja. En wat je anders kunt doen is een klein beetje bezemtop pakken. En hem daarmee blenden. Ik zet nu ook een beetje van de donkere kleur aan de onderkant van, van een van de ribbons. Omdat we gelijk daarmee het schaduweffect creëren, hè? Omdat die andere er bovenop ligt als het ware. Dus dan komt er hier een klein beetje schaduw te liggen. Dus daar spelen we dan mee. Ja, je moet nooit schaduw tegen schaduw aanzetten. Hè? Nee. Dus hier doe je hem dan boven, maak je hem donkerder. Ja. En dan moet je wel zorgen dat wat ernaast ligt, dat dat weer lichter is. Zeker, ja. Anders zie je het ook niet. Ja. Ja. Nou, Roos van Amting zegt, als we deze kunnen maken, dan kunnen we ook die van de strik van Minnie Mouse maken. Ja, klopt. Leuk, doen, zou ik zeggen. Ja, die cartoon workshop was de eerste workshop die je bij ons hebt gegeven, hè? Mm-hmm. En daar was Miranda ook bij. Miranda doet bij ons de cursussen. Nou, die is er zo geïnspireerd door geraakt. Ze heeft de volledige cast van de Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen geschilderd. Oh, leuk, ja. Leuk om te horen. Ja, mensen waren echt enthousiast. Ik vond het ook superleuk om te doen. Ja, cute. Het zijn echt maar hele kleine bewegingjes, hè? Heel klein. En ik vind dit ook genoeg. Het hoeft echt niet overal een... Want we gaan toch nog meer kleuren aanbrengen. Ja. Dus ik ga hem even uitharden.
Dus doe gewoon her en der een klein beetje, want we hebben nog de oranje, we hebben nog geel, we moeten nog straks de glitter jolly aanbrengen. Dus mijn ervaring, ik heb een paar van die strikjes dan gemaakt de afgelopen weken, is dat je vaak te veel, bijvoorbeeld van pantenprint, ook te veel vlekken neerzet en dan wordt het één grote vlek. En dat is zonde van je design. Dus zet er gewoon liever 3 of 4 dan dat je er 6 of 8 neerzet. Ja, een hele goede tip. Ja. En ook heel herkenbaar. Ja. Normaal gesproken zijn we van more is more, maar in dit geval is less is more. Oké, okay, andere kleur. We gaan over naar de ochre yellow. En die brengen we ook her en der aan. Even een beetje naar het midden. Even een beetje in het midden, yes. Ik breng hem nu eerst even aan, omdat ik nu veel aan mijn penseel heb zitten. En dan ga ik hem zo meteen blenden. Nou ja, je zegt veel, maar dat is natuurlijk relatief, hè? Ja. Maar dat is wel handig. Zet je hem eerst neer, dan heb je een beetje al je schets. Precies. En dan kun je hem mooi blenden. Ja. Als je nou tussendoor je penseel schoonmaakt, doe je dan dat steeds met base en top of veeg je hem gewoon, rol je hem even af? Ligt eraan welke kleur ik gebruik. Als er echt heel veel pigment in zit en ik ben bang dat het in mijn penseel blijft zitten, waardoor mijn kleur vervuild wordt, dan maak ik hem schoon. En andere keren rol ik hem gewoon alleen af. En dan denk ik van, oh, dit gaat prima. Kijk, zoals met een zwart of zo, ja, die zou ik eigenlijk altijd wel schoonmaken. Zwart, donkerblauw, paars. Rood. Rood, zeker, rood, ja. Het is toch gewoon helemaal intrigerend om te bekijken. En dit geeft dan een beetje een herfstig gevoel ook. Maar je kunt natuurlijk met allerlei kleuren combineren. Ja, zoals in het eerste strikje van de 4 designs die ik heb meegenomen, daar heb ik de neonpigmenten in gebruikt. Iris zegt, ik vind hem echt tof. Ik krijg nu al de kriebels om te beginnen. En Cerise, die is het helemaal met je eens. Zij zegt, nee, less is more. Hartje. Dus in dit geval echt less is more. Cerise houdt van ingetogen designs. Ja. Deborah die gaat er overheen met schikkende oogjes. Huh? Less is more. Nee. More is less. Zo hebben we het wel leuk. Hè? We hebben allemaal verschillende type trainers. Allemaal verschillende smaken. En dat komt dan allemaal regelmatig hier samen. En de ene keer zit het helemaal vol. En de andere keer is het heel bedeesd. En ja, alles ertussen. Grappig, hè? Welk penseel gebruikt u hiervoor? Ik gebruikte tot nu toe de Detailer 1. De Detailer nummer 1. Ja, Detailer 1 en de Jessica's Choice heb ik gebruikt. Oké, okay. Nu hebben we deze 2 kleuren staan. En dan wil ik eigenlijk nog een klein beetje ik wil zeggen flakes, maar dat klopt niet. De pantenprint aanbrengen. Dus ik verander even van penseel. Ik pak weer even de Jessica's Choice. En de Liner Gel Black. Laat mijn penseel. Ik heb de tik dat aan al mijn penselen is het puntje een klein beetje gebogen. Daaraan kan ik ook altijd direct zien dat het mijn penselen zijn. Dus niemand mag met mijn penselen werken. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Ja, dat gebeurt bij mij, bijna bij al mijn penselen. Ja, maar daardoor kan ik hem op één manier gebruiken. En dan moet ik hem altijd dus op die manier in mijn hand houden. Dus hij staat echt naar mijn hand, zeg maar. Oké. Ik ga even wat stipjes aanbrengen. Ja, dat zijn eigenlijk een soort U'tjes, hè? Nou ja, U'tjes is niet het goed woord, een soort C'tjes. Ja, een soort C'tjes. En soms doe ik 2 stipjes, zoals in dit geval. Heb je, is het vlekje uit 3. Maar je kunt hem ook uit 2 doen. Of zelfs, soms wat ook leuk is, laat ik nu even zien, is als je hem gewoon echt, wat jij ook zegt, een U'tje van maakt, zo. En dat 1 kantje open is. En zo kun je een beetje variëren met... Ja, je moet niet te precies zijn, hè? Nee, helemaal niet zelfs. Nee. Dit zijn 2. Ik weet niet of je hem kunt zien bovenin. Ja. Dus 2, 3, 1. En zo kun je een beetje spelen met verschillende pantenprintjes. Ik doe nog 1 hier. Kleintje. En dan gaan we verder. Ik wil hier nog 1. Cherise zegt, mee eens, less is more. Hè? Eindelijk een collega die het met me eens is. Zouden we het aan de Oekraïne overgehouden hebben, Michelle? Ja, jij was mee naar de Oekraïne, hè, met Cherise. Ja, wij zaten in de allereerste groep, volgens mij, die toen ooit naar Oekraïne, naar de Nail Revolution is gegaan. Leuk. 3 jaar geleden inmiddels, denk ik. Zeg ik dat goed, Cherise? Ja, Cherise, is dat 3 jaar geleden? Ik denk het wel, ja. Ja, en waar ik zelf persoonlijk erg van hou, is om mat met glanzend te combineren. En het is jammer dat ik jullie mijn wedstrijdsetje nog niet kan laten zien, want dat is het voorbeeld daarvan, van wat echt mijn smaak is, mijn specifieke smaak.
En daardoor wordt de definitie van de nagel wordt alleen nog maar verder geaccentueerd. Ja, je moet ons nu niet zo lekker maken daarvoor, hoor. Anders glip ik hem straks toch eventjes. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Nee, maar dan word ik maar daar komen we nog een keer op terug. Daar komen we nog een keer op terug. Komen we op terug. Ja. Maar de combinatie glans-mat is inderdaad heel erg mooi. En dan kun je hele mooie, ook in opnames die we met jou hebben gemaakt voor het volgende seizoen van Nail Talk Live, heb je daar ook mee gespeeld. Klopt, ja. Nou, en nu heb ik overal stipjes staan, of vlekjes. En dan zet ik er nog wat stipjes tussen. Dus stip, stip, stip. Zo. Gewoon echt her en der, random. Dan zetten we ze neer. Daar, 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 daar. Daar, daar, daar. Daar een iets grotere. Iets meer job. Nou ja, toen Linda dit vanochtend zag, was ze ook helemaal gelukkig. Ja, snap ik. Ja. Is ook helemaal in haar straatje natuurlijk. De serie zegt inderdaad 3 jaar geleden. Ah ja. Ja. Tijd gaat hard. Oeh. Ja, dat is absoluut waar. Nou, voor de rest is volgens mij iedereen helemaal gebiologeerd aan het kijken, want het is redelijk stil in de comments. Ik denk omdat iedereen gewoon denkt, oké, cool. Het is ook super cool. Dus dat dit hartje nu eventjes een seconde of 20-30 uit? Ja, gewoon even flashcure dat het niet meer wegloopt en zodat we verder kunnen met ons design. Ik heb nu weer geswitcht van het penseel. Ik ga weer verder met mijn detailer 1 en de burning orange om wat kleur aan te brengen. En dan tot slot wil ik ook nog wat glittertjes natuurlijk, wel wat glittertjes aanbrengen. En dan gaan we hem dus opbouwen met de gel. Desiree Nijhoff is foto's aan het maken, maar je gaat veel uit beeld, zegt ze. Dus ik zou hem eventjes gewoon op topshot vast kunnen houden. Ja. Even voor een goed tussentijds resultaat. Kijk. 3, 2, 1, klik, klik. Yes, ja. Oké. Okay. Oh, Lisette is in de salon gedoken intussentijd. Mm-hmm. Mogen we een screenshot maken, Roos? Ja, dat mag, dat hebben we net gedaan. Krekelgeluid, zegt Kirsten. Zeker cool. Jullie hebben gewonnen van mijn bank, zegt Lisette. Dat beschouwen we als compliment. Ja. Zo, ik zet de oranje kleur dus nu gewoon her en der in de, hoe heet dat? In de stipjes. Maar ook gewoon er langsheen. Dus een soort van highlightje. Dus hier zet ik hem er bijvoorbeeld langsheen. En hier zet ik hem er weer in. Gewoon lekker speels. Wendy van Wensnagels is lekker aan het meedoen. Leuk, leuk. Nou, volgens mij doe je altijd live mee. Ja, volgens mij. Echt superleuk. Je bent altijd een van de eerste die het huiswerk instuurt. En Martine zegt misschien stempelplaten met designs voor iemand die moeilijk kan tekenen met vormen op stempelplaten. Van alles zo wat. Nou, we hebben al best veel hoor, voor mensen, gewoon verschillende patronen op stempelplaten. Maar moet het een strikje zijn? Ja, ja, Poppy, het wordt een strikje. Het wordt een bowtie, een strik. Ja. Het verleidelijke is dat je overal aan mee wilt doen, maar te weinig tijd hebt, zegt Fanny. Ja, dat herken ik. Dat herken ik natuurlijk. Nou, we gaan weer even kijken bij jou. Hoe mooi het wel niet is. Ja. Ja, dat oranje doet echt veel, hè? Zeker. Soms is echt zo'n kleine highlight, of ja, weet je, het kan heel minimalistisch zijn, maar het doet zoveel voor je design. Wordt vaak onderschat. Is jammer. Nou, ik heb nu de Inner Warmth gepakt en daarmee vul ik de rest van mijn vlekjes. En soms een beetje eroverheen en soms een beetje erin alleen. Gewoon lekker speels weer aanbrengen. Even een paar seconden een lamp. En dan gaan we naar de glitter. Jolly. Supermooi glittertje natuurlijk. Ik heb mijn penseel nu alleen afgeveegd hoor. Ik pak gewoon weer mijn glittertjes op. En die breng ik weer aan. Oké. Okay. En dan her en der een dotski met glitter. Die nog wel. En hier een beetje. Draai hem even om. Andere kant ook. Ja, het is echt maar heel weinig, maar het is wel heel leuk. Het heeft een heel subtiel glansje. Echt, ja, heel minimaal. Oké. Die harden we even uit in de lamp.
En dan gaan we hem opbouwen met gel. In dit geval ga ik de rubber base gebruiken. De rubber base heb ik al even op het paletje neergelegd. Hier. De clear variant. Dit kan natuurlijk alleen met clear. Maar dat, ik denk dat dat wel voor zich spreekt, hè, dames. Dus we gaan met de clear rubber base nu het design opbouwen. Wat ik al aangaf is dit. De rubber base clear is echt super transparant. Dus heeft niet die beetje blauwe waas. Dus daardoor komt je design mooi naar voren. Voor dit soort designs is het ideaal. Wil je nou het andere design maken zoals deze? Die echt wat hoger ligt. Ja, dan zou ik toch wel voor de gemstone gel gaan. Omdat hij net wat mooier blijft. En zoals hier in het hoekje zie je echt zo'n spiky eraan zitten. Ja, ja. Ja, dat kan niet met een rubberbase of met een flash gel. Okay. Die zakt in tijdens het uitharden. Oké, dat is belangrijk om te weten. Lisa vraagt, moet je van de verschillende levels huiswerk insturen? Ik vind level 1 al een uitdaging. Dat hoeft niet, hè, Michelle? Nee, dat hoeft niet. Ze mogen gewoon, je mag ook twee simpelere designs maken. Dat is helemaal niet erg. Het gaat er gewoon om dat je twee verschillende designs maakt. Ja. Dus komt helemaal goed, Lisa. Wat is het gaaf, zegt Laura. Ik moet nog beginnen met mijn opleiding, maar geniet zo van al jullie workshops. Ooit kan ik het ook maken. Nou, ja, dat, natuurlijk. Tuurlijk. Daar doe je het toch voor? Ja. En Elise zegt, zo mooi en is bouwen nog niet eens begonnen. Love it. Ja, en dat gaan we nu doen, hè? Ja. Je gaat nu eerst het zwarte deel aftoppen. Ja, ik ga eerst even het zwarte gedeelte wel even mee lakken, zeg maar, met mijn... rubber base. En dat doe ik omdat er in de liner job toch snel de neiging dat je je penseelstrepen erin ziet. En dat wil ik niet in dit design, dus ik lak hem eventjes mee. Dan wordt hij net wat mooier egaal en dan verdwijnen die streepjes een beetje. En daarna ga ik nu echt bouwen. Dus nu komt het eindelijk. Nou, even flash cure, een paar seconden is genoeg. En nu gaan we verder. Ik begin mijn design met het middelpunt. Want dit wordt uiteindelijk het hoogste punt van mijn totale design. Ik leg hem neer, dus je kunt, wat ik al aangaf, dab, dab, dab. En je duwt als het ware de gel op zijn plek, dus naar links en naar rechts. Dus eigenlijk net zoals je een gelnagel opbouwt. En even een lamp. Of we kunnen inderdaad zometeen draadjes trekken. Even kijken of dat met de rubberbase ook wil. Zo. Even in beeld, ja. Dan pak ik eerst de onderste. Van de twee slingertjes. Waarom? Deze moet lager worden dan de bovenste ribbon. Omdat die er bovenop ligt. Dus dan begin je met de achterste. Je werkt van achter naar voren. Kijk, en nu maak ik echt contact met mijn gel. En ik trek hem echt waar ik hem wil hebben. Oh. Zo. Even flash cure. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Dat is dus het bovenste van de ribbon. De bovenkant. Daar leggen we ook even een laagje neer. Dus nu dab ik weer. Ik druk hem op de plek. Ik stuur mijn gel. En afhankelijk van of ik een rond design heb, een design met allemaal streepjes, met krulletjes, noem het maar op. Kies ik dus voor welke techniek ik ga. Om dus die controle te houden over mijn product en over mijn design. Dus dat kan echt per onderdeel in je design kan dat dus anders zijn. En hoe fijn is het dan als je meerdere technieken beheerst die je dan kunt toepassen. Zo kom je nooit in de knoei. Ja, Lisa Sluiter zit adembenemend te kijken naar je. Leuk. Nou, ik breng eerst overal even een laagje aan. Dus ik ga nu naar de rechterkant van mijn bowtie. En leg nu mijn gel hier neer. En daarna ga ik dus de laagjes opbouwen. Dus hoe hoog ik mijn design uiteindelijk wil hebben. Ja, dus eerst een beetje volume, maar met name gewoon glad maken. Ja, klopt. Klein beetje extra. En je gebruikt dus best veel product met dit soort designs om het op te bouwen. Oké, even flash cure. Dit gebeurt inderdaad met rubber base clear, Gemma. Je kunt dus werken met drie verschillende soorten, hebben we tot nu toe geconstateerd. Flash gel thick, rubber base clear of gemstone gel.
afhankelijk van het effect wat je wil bereiken. Maar dit wordt nu gedaan met rubberwees clear, omdat hij zo heel mooi transparant is. En ook omdat we dit nog relatief draagbaar willen houden. Dus zonder te veel van die hele scherpe uitsteeksels. Dat komt zo direct weer, want sommige klanten willen juist dat het wat gladder is. Dus flash gel thick en rubberwees clear, die vloeien ietsjes uit als het uithardt. Dus dat wordt wat gladder. Terwijl de gemstone gel, die blijft heel scherp tijdens het uithouden. Dus daar kun je hele scherpe lijnen mee maken. Dat is eigenlijk het verschil. Maar je kunt natuurlijk zelf een beetje gaan oefenen en spelen om te kijken wat voor jou het beste werkt. Want het is een beetje afhankelijk bij wat er in jouw hoofd zich afspeelt natuurlijk. Zoals altijd met inspiratie. Nou, we gaan weer eventjes terug naar Michelle. Ja. Nou, mijn tipje zit heel even in de lamp. Heel even aan het uithouden. Even flash curen. Oké, daar zijn we weer. Even kijken. Ja. Nu ga ik het tweede laagje aanbrengen. Dus ik sla nu het onderste ribbon sla ik over. En ik ga gelijk naar de bovenste. En daar breng ik mijn gel aan. Is nog steeds de detailer 1, hè? Dit is de detailer 1, ja. En wat vraag je voor zo'n design als dit, als je in de salon bezig zou zijn? Hoe lang denk je dat je hiermee bezig zou zijn? Ja, 15 minuten. 15? Ja. Dus een tientje? Het ligt eraan. Kijk, als je hem alleen rood hoeft te lakken, dus geen tijgerprint design, ja. Of je zet hem met een stempel je tijgerprintje erop. Het scheelt weer tijd, hè? Dus als je stempel, tijgerprintje eroverheen, kleurtje opbouwen, ja, dan ben je er niet zo lang mee bezig. Nee. Gewoon slim denken. Nadenken. Ja. Ja, ik hou heel erg van het handwerk persoonlijk, dus het liefst wil ik alles met de hand maken. Maar ja, salonwerk is, time is money. Ja, maar dus stel je voor, ik zou dit met de hand gemaakt willen hebben. Ik denk dat je dan toch echt wel 7,5 tot 10 euro moet geven. Ja, zeker. Ja, dat is het echt ook waard, hè? Ja. En Brenda, jij vraagt, is de gemstone gel een no-wipe gel? Nee, het heeft een heel klein beetje plaklaag. Daarom ga je er altijd aan het einde nog even met Supreme Finish overheen. Ja, klopt. Ik breng nu een derde laagje aan op de bovenste ribbon van onze strikje. En hard die ook even uit. En zometeen bij het vierde laagje pak ik één kant van de ribbon. Dus ik pak alleen de rechterkant bijvoorbeeld. Als dit mijn ribbon is, pak ik alleen de rechterkant om die iets verder naar voren nog te trekken. Dus dan krijg je weer een beetje dat die als het ware als het draait. Net zoals bij de eerste design. Dus die zijn we even aan het flash curen. En dan gaan we weer naar de volgende. Ik laat mijn druppel een beetje van mijn penseel afglijden. Ja. Ik maak contact. En trek naar boven. En trek hem naar beneden. Ja, maar hoe leuk is dit inderdaad als je daarnaast dan een nagel full tijgerprint doet. En dan de rest rood. En dan eentje zwart. Hmm. Dat is een beetje Jessica meets Michelle. Ja. Ik krijg een soort kortsluiting in mijn hoofd. Mijn haar wil aan de ene kant omhoog en aan de andere kant opzij. Ja, nee, maar echt, zo kun je het heel leuk combineren. Ja, dat wordt toch zo'n soort stoer strik. Nou ja, ik zie het al helemaal voor me. Jullie ook al. Wat daar helemaal leuk is. Maak dan een voorbeeldje voor je klant, hè. Met die verschillende combinaties. Dus niet alleen het strikje, maar dan gecombineerd met bijvoorbeeld rood en een tijgerprintje. Hè? Zoals we wel vaker hebben laten zien in jullie, ook Sylvana van de week. Want dan kunnen ze het zichzelf visualiseren hoe je dat nou moet dragen in een set. Ja. Superleuk. Zo. Nou, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Onderdeel. Ja, Lisa vraagt, hoe bepaal je nou welke delen je hoger en welke delen je lager wil maken? Op gevoel. Nou, in ieder geval zoals bij de ribbon is, de ene ligt echt onder de ander. Ja, dan komt de voorste komt verder naar voren. Dus die bouw je verder op. En voor de rest is het eigenlijk wat je normaal gesproken zou highlighten als je aan het handpainten bent. Dus de delen die jij naar voren wil hebben, die highlight je. De delen die je naar achter wil hebben, daar breng je dus schaduw aan. Dus de delen die je naar voren highlight, die bouw je dus verder op. Ja. Even mijn penseel leeg. Zo. En we gaan weer naar het strikje. In dit geval wil ik hier een beetje de bol in komen te liggen. Dus ik breng hier een beetje gel aan. En dat doe ik ook in 2 laagjes nog, 3 misschien, afhankelijk van hoe hoog ik hem wil hebben. Het is gewoon een beetje kijken. Contact maken, trek hem iets naar boven, trek hem
naar het midden toe en ik trek hem ook nog naar de zijkant. Ja, even uitharden. Dus waar ik toen straks zeg maar mijn penseel echt een beetje plat had liggen om hem te deppen, heb ik hem nu zo om te trekken. Om die draadjes te trekken. Oké. Nou, ik kan nog wel één laagje gebruiken, hè? Ja, laten we dat maar gewoon doen. Nog één laagje hier bovenop. En wat je er ook voor zou kunnen gebruiken, maar dat is afhankelijk van net wat jij fijn vindt. Je kunt ook gewoon een Jessica's Choice pakken natuurlijk. Dat is echt een liner penseel. Het is maar net wat jij prettig vindt werken. Alleen, ja, weet je, ik werk gewoon heel veel met dezelfde soort penselen, zodat ik niet continu hoef te wisselen. Ja. Dan, ja. Je leert het jezelf een beetje aan, wat je in de hand hebt om daarmee te leren werken. Ja, mee eens. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wil ik uiteindelijk hier ook nog een beetje gel, dat hij hier nog een beetje naar boven komt. Doen we ook even nog twee laagjes overheen. Ja, je zorgt voor een welving, hè, in het strikje. Ja. Ja, en wat je mooi bij dit design ziet, is dat die dus heel erg mooi afvloeit, als het ware. Dus het gaat heel natuurlijk, loopt je af, je welving. En bij het andere design, wat ik als derde zo meteen voor jullie ga maken, zie je echt die laag op laag op laag op laag op laag. En ja, daar moet je van houden. Ik persoonlijk hou daar heel erg van. Dus echt dat je dat reliëfverschil ziet. Maar ja, dat zijn verschillende dingen. En dat is dus wat je product doet. Het ene product kun je super goed mee bouwen, dus laag op laag. Dus echt alsof je bakstenen op elkaar neerlegt. Terwijl dit product, dat vloeit wat mooier natuurlijk uit. En dan krijg je een veel zachter effect. Ik was even een nummer aan het opzoeken voor Kirsten. En daarom was ik even stil, want normaal gesproken zijn jullie natuurlijk niet gewend van mij dat ik zo stil ben. Siska zegt, het is echt heel erg mooi nu al. Ja, helemaal mee eens. Poppy vindt hem helemaal top. Ja, nou ja, en Kirsten is blij dat ik dat nummer heb opgezocht. Dus ja, dat heb ik gedaan. Mooi. In ieder geval, we gaan verder kijken. Ik vind het echt heel erg leuk, want door die welving kun je ze ook spelen met proporties. Hè? Want je moet je voorstellen, bijvoorbeeld stel je voor je wil een wapperende vlag maken. Dan heb je natuurlijk delen die dikker zijn, die naar voren en dan naar achter en ombuigen. En zo moet je dat een beetje visualiseren. Zo krijg je beweging en elegance in jouw design. Mm-hmm. Ja, en als je het dan ook zo verkoopt aan jouw klanten, dan willen ze allemaal een elegante welvende nagel. Ja. En dat is leuk, want dan kun jij vaker oefenen. En hoe vaker je het doet, hoe sneller je wordt. En nail art is gewoon superleuk. Ja, ja, nail art is een passie. Ja. Nail art is live. Ja, ja, dat is echt, dat is wel waar hoor, dat je, ja. Wat je zegt. Het is leuk dat het, wat ik wel heel bijzonder vind, is dat, zeker als ik met andere mensen praat, buiten ons vak, want nail art is natuurlijk een kunstvorm, maar we hebben zo'n apart canvas, want het is niet alleen heel klein, maar het is ook natuurlijk gebogen. En daardoor kun je op zoveel manieren daarvan gebruik maken. Dat vind ik heel leuk. Wat vind jij eigenlijk, Michelle? Kijk jij naar nail art zo? Of kijk jij naar nail art zo? Daar hadden we toevallig afgelopen maandag een vraag over. Als je het draagt, bedoel ja, je? Als je het maakt bij iemand. Ja, zo. Zo, hè? Ja. 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 Nee, klopt. Julia Vorobieva zegt super, thank you, Michelle. Oh, thank you, Julia. Nou, Tirza zegt, nou durf ik niet meer poging te maken, ik vind hem zo gaaf, maar heb altijd dat ik veel te veel ga nadenken in plaats van gewoon doen. Je moet gewoon je gevoel volgen, Tirza. Gewoon voelen. En als in jouw gevoel dat wat theoretisch boven ligt, toch eigenlijk achter ligt, dan volg je dat. En zo ontstaat kunst. Mm-hmm. Er is ook niks fout. Er is niks fout. Nee, er is niks fout. En kunst is wat in jouw hart zit. En niet wat er hier zit. Ja. Is gewoon loslaten. Kunst is emotie.
Oh. Ja. Zo, oké. Even flashcure. Dan ga ik zo meteen, ik heb de rechterkant heb ik klaar. De linkerkant heb ik nu de bovenkant gemaakt. Ga ik nu de onderkant nog even een klein beetje opbouwen. En tot slot wil ik dan nog wel even mijn centerpiece, dus de knoop van mijn bowtie, die wil ik nog even iets extra ophogen. Want dat moet het hoogste punt worden van mijn design. En dan ga ik hem nog aflakken met Supreme Finish en is die klaar. Meer lamwer. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, anders spijt het me alvast. Zegt amen, kunst is emotie. Zeker. Absoluut. Ja, ik ben benieuwd wat de dames allemaal gaan maken. En heren. Ja, ja. Oh, Wendy van Wensnagel, die had er al eentje klaar toen net. Oh, wow. Ja, alleen je moet even wennen aan het maken van de tussendoor step-by-step foto's. Oh, ja. Ja. Poppy van Eken zegt, oké, deze zie ik wel zitten. Nou, mooi. Oh, Mirlarwer is eigenlijk gewoon Mirjam. Oké, hi Mirjam. Sorry dat ik het zo gek uitsprak. Oh, dan denk ik dat ik al weet welke Mirjam het is. Hi Mirjam. Nou, oké. Meerlander zijn me niet wat, nee. Hè, wat zeg je? Meerlander zijn me niet direct wat. Of hoe je het ook uitspreekt. Ja, ja. Nee. Ja. Maar er staat echt Mirlander. Dus ja. Ja. Maar ja, dat zal aan mij liggen. Lisette snapt alleen de opbouw van de rubberbees niet. Nou Lisette, dat is laagje op laagje op laagje. En dan op sommige plekken breng je wat meer aan, dan krijg je een beetje een welvinkje erin. En op sommige plekken wat minder, dan krijg je een holte erin. Dus dat is dat opbouwen. Het is lasagne. Ja, oh, dat is een goed idee. Lekker. Ja. Oké, twee goede ideeën. Goed uitgelegd en het is ook lekker voor vanavond. Zeker. Nou. Ja, weet je, en je kunt door blijven gaan, hè. Je kan wel 3, 4, 5 en denk ik, oh, dit, oh, dat. Maar dat gaan we niet doen, want we willen ons laatste design ook laten zien. Dus dat gaan we doen. Zo, nog even een beetje in het midden. Ja, Samantha Fenix zegt ook, nu heb ik zin in lasagne. Nou, ik deel het hoor, Samantha. Twee zielen, één gedachte. Laatste druppeltje. Nou, Natasja Reinders heeft nog lasagnebladen in de koelkast. We zijn nu afslagje recepten ingegaan. Ja, ik merk het. Maar dan heb jij in ieder geval de tijd om eventjes je art af te maken. Ja. En dit zou je dan natuurlijk normaal gesproken verzegelen helemaal met Supreme Finish, hè? Ja, sowieso. Ja, dat ga ik nu dan niet doen. Dat doe je straks als we klaar zijn, want ja. Je hebt nu al de glans. Precies. Het gaat er meer om dat als je hem normaal gesproken, omdat hij sticky layer heeft natuurlijk. En als je dat met prep en wipe over gaat, heb je hem dof. Dus je effect is gelijk een beetje minder. En dat is zonde, want dan zie je dus ook wat je hebt gehandpaint daaronder, zie je dus bijna niet of een stuk minder. Dus daarom lakken we hem normaal gesproken af met de Supreme Finish. Dan pak je gewoon in dit geval zou ik detailer 3 pakken, want dat is een iets groter penseel, ben je sneller klaar. En gewoon echt aflakken, maar heel dun. Dus je wil niet dat alle richeltjes en het relief helemaal gevuld wordt. Want als je zo een relief hebt en je brengt Supreme Finish aan, dan zakt die zo naar beneden en dan komt die hier heel mooi te liggen. En dan verdwijnt gelijk het hoogteverschil, dus je relief. Dat wil je dus niet. Dus het is echt heel dun lakken met je penseel over het design heen, puur ter verzegeling. Ja, want Lisa Sluiter zegt, ga je met de topcoat dus ook over de strik? Ja, specifiek over de alleen strik. Alleen over de strik. Om hem te glanzen te krijgen, maar om dus ook niet meer plakkerig te hebben. Precies wat er net is uitgelegd. Ziet er niet zo moeilijk uit, wordt super uitgelegd, zegt Marion van Rossum. Dankjewel. Dat is leuk om te horen. Fijn. En Evie zegt, zo mooi, weer een leuke opdracht, zegt Nicole. En Louise van Doorn, wat leuk dat je kijkt, Louise. Dit is wel heel leuk om te doen, ja zeker. Leuk om je hier te zien een keertje, live.
Louise had ik gisteren nog een heel grappig gesprek op Facebook. Oh. Ja, over het dat we moesten sluiten. en vaten wijn. Hè? Ja, dat had je bij moeten zijn. Dat was heel grappig, hè, Louise? Oké, ik heb hem uit de lamp. En ja? Dit is dan, als je hem zou aflakken met de Supreme Finish, is dit je effect. Prachtig. En dus helemaal niet zo dik, hè? Kijk, laat even zien. Kunnen we dat zien? Ja. Oh, heel mooi. En het heeft echt een beetje een roundish afgerond effect, hè? Dus super draagbaar, echt voor de salon. Ja, en veel leuker dan gewoon een platte strik geschilderd. Ja, veel leuker. Ja, ja. Nou, laat ik jullie nog heel even de andere strikjes erbij zien. Even voor het effect. Je kunt het dus zo extreem maken als dat je zelf wil. Dus dit is eigenlijk die, zeg maar. Ja. Oké, next. We gaan lekker door. Ga je naar de volgende? Ik ga naar de volgende. Want dan ga ik even naar het huiswerk. Ja. Dan heb jij de tijd om even je tafel in orde te maken. En dan ga ik natuurlijk even met jullie doornemen wat het huiswerk is. Want natuurlijk willen jullie nu ook weer meedoen, jullie certificaat verdienen en misschien wel kans maken op een mooie prijs. Nou, wat is het huiswerk? Kijk mee. Maak twee verschillende designs van en gebruik daarin de voorbeelden of de technieken die Michelle heeft laten zien. En die twee verschillende designs, die hoeven niet per se extreem moeilijk te zijn. Maar wat ik wel graag wil, is 3 step-by-step foto's per design. Zodat we zeker weten dat ook jij ook echt zelf die nagels hebt gemaakt, die designs. Nou, think out of the box. Dus laat jezelf gaan en bedenk bijzondere patronen of ideeën. En nou, maak dat. Ik ben zo benieuwd. Als je dat hebt gedaan, hebben we natuurlijk wel sinds afgelopen maandag wat andere regels voor het insturen van het huiswerk. Regels gaan we nu even bespreken. Kijk, je hebt 1 week de tijd, dus tot 20 januari, om je huiswerk in te sturen. En dat doe je alleen en enkel via de link die je kunt vinden in het album 3D Gel Ornamenten. Dat vind je, deze link vind je trouwens ook in het vastgezette bericht van Wendy boven in de Nail Talk Live groep. Als je je certificaat hebt verdiend, dan krijg je persoonlijke feedback van de trainer. Maar dat kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld nog iets anders moet doen, of dat je nog een bepaalde techniek iets moet verbeteren. We gaan daar echt wat specifieker op in die feedback. En dan delen wij daarna jouw foto in het album van deze workshop. Dus de 3D gel ornamenten. Doe je dat allemaal, dan maak je krijg je natuurlijk je certificaat, maar je maakt ook kans op een hele leuke prijs die Michelle heeft uitgekozen. En dat is deze volgende prijs. Dat is de Gemstone Gel. Dat zijn 4 verschillende gel polish kleuren en de detailer nummer 3. 3, ja. De detailer nummer 3. En daar doen we ook nog een klein potje flash gel stick, voegen we daaraan toe. Zodat je met die verschillende structuren kunt werken en een beetje kunt ontdekken wat je er allemaal mee kunt doen. Aanstaande vrijdag is er natuurlijk weer een live en die live is met Annelies de Brabander. En Annelies de Brabander gaat cartoons schilderen, een beetje in lijn van deze strik, maar ja, ander type cartoons. En dat gaat ze doen samen en ondersteund door Jessica Papberg. Die staat dan op mijn plek. Ik had een aantal afspraken, die moet ik door laten gaan, dus Jessica neemt het van mij over. En natuurlijk verwachten we altijd Wendy achter de schermen. Hè. Die kijkt ook mee naar jullie comments. En in de planning, die heb ik natuurlijk gemaakt tot en met aanstaande maandag. En dat betekent dat aanstaande maandag gaan we live met Cheryl. En Cheryl gaat dan alles vertellen over seduction producten. Hoe pas je die producten nou toe in de behandeling die je al uitvoert? En hoe kun je ervoor zorgen dat dat leidt tot bijverkoop in jouw salon? Want uiteindelijk is het verkopen van retailproducten, dus verzorgingsproducten voor thuis, van groot belang om de omzet in jouw salon te vergroten, maar eigenlijk ook om jouw klant beter ten dienste te zijn. Want het is natuurlijk veel beter dat jij als nagelspecialist jouw klant adviseert wat voor handcreme ze moet dragen of wat voor een cuticle oil zij moet gebruiken, dan dat ze gewoon naar de HEMA gaat om een gelijksoortig product te kopen. Eigenlijk een gemiste kans en ik ga er met Cheryl heel erg op in. Nou, omdat natuurlijk de lockdown wordt verlengd, wordt ook ons Nail Talk Live e-workshop seizoen verlengd. Ja, en dat betekent dat er nog 9 achteraan worden gepland. Ik heb ze nog niet helemaal specifiek ingedeeld. Dat zorg ik voor dat dat voor vrijdag is gebeurd, zodat jullie daar weer een overzichtje van krijgen. Maar wat kun je verwachten? Nou, Wendy, die gaat ons laten zien op welke manieren je allemaal babyboom nagels kunt maken. Dus met gel, met fibercoat, nou misschien ook wel een acrylnagel ertussen. Dus verschillende technieken om babyboom nagels te maken. Op haar eigen hand natuurlijk. Jessica gaat een les geven in het schilderen van portretten
Nou, dat had ik jullie al beloofd een keertje ergens in een live. Maar dat gaat dus nu ook echt gebeuren. Theresa gaat een 3D French manicure nagel laten zien met verschillende vlakken en verschillende effecten. Linda die is zich aan het voorbereiden op een ballerina nagel, een salon ballerina nagel met allerlei leuke dingen daarbij. Deborah wil zomerse designs gaan maken en die is daar ook al druk mee bezig. En de rest van de mensen, die heb ik nog niet gesproken, behalve natuurlijk mezelf. Ja, ik praat heel vaak tegen mezelf. Hè. Ach, weet je wat, dan heb je in ieder geval iemand die geïnteresseerd is. En ik zei tegen mezelf, nou, jullie hadden gevraagd om een level 2 in acrylbloemen. Dus ik denk dat ik dat ook maar moet gaan doen. Een level 2 acrylbloemen, maar dan wil ik me focussen, dat was een idee van Jaap, op flatlay acrylbloemen. En dan hoe cap je dat nou, zodat je niet dat 3D-effect hebt. En ik vond dat eigenlijk wel een heel goed idee, dus dat gaan we dan gewoon doen. Nou, heel erg veel. En ik heb nog een aantal verrassingen voor jullie in petto. Maar daar gaan we binnenkort meer over vertellen. Wat zegt u, regie? Dan hebben we natuurlijk ook nog het bericht van de nagelsector. Want de nagelsector heeft gevraagd, onze medewerking, Tracy heeft mij een bericht gestuurd om onze hulp te vragen bij het invullen van de enquête van de nagelsector die zij wil gebruiken om naar het ministerie toe te gaan om de compensatie voor nagelstudies beter voor elkaar te krijgen. Dat is dit bericht. Jullie zien het nu hier staan. Dat kun je terugvinden in de Nail Talk Live groep. En in dat bericht hangt een enquête en die kun je anoniem invullen. En met de gegevens die uit die enquête gaan komen, gaat de nagelsector contact nemen met het ministerie. Er zijn nog niet heel erg veel mensen geweest die de enquête hebben ingevuld. Dus doe het. Het is anoniem, maar laat weten hoe jij ervoor zit en hoe jouw zaak nu is geregeld en daarmee kunnen zij aan de gang gaan. Nou, dan hebben we volgens mij ook nog eventjes een kleine commercial van de Majestic Blue. En dat doen we omdat daarna heb ik de winnaars van het pakket van Deborah voor jullie klaarstaan. Dus ik zeg even wachten, even kijken Majestic Blue en dan gaan we zo direct naar de winnaars. Hallo, ik ben er weer. Ja, ik zat even jullie comments te lezen op mijn opmerkingen tegen mezelf praten. Ja, soms heb je advies nodig van een wijs iemand, hè? Nou, heel goed gevonden. Ja, die hou ik erin. Hoewel, meestal neem ik dan gewoon even contact op met Jaap en mee en dan ben ik er ook. In ieder geval, de winnaars da-da-da-da, van de challenge van Deborah van vorige week, die Realistic Animals. Nou, ik heb er wat voorbij zien komen, hoor. De een nog enger dan de ander. Beestjes, torretjes, hele mooie nou, van alles. Laten we gaan kijken wie de winnaars zijn. En de eerste winnares is Chantal Bernabella. En die heeft deze prachtige vlinder, wesp, of wat is het, een bij, een hommel, lieve heersbeestje, papegaai, arend, poesje, roofvogel, nou, uil is het, uil, dat is een roofvogel. Van harte gefeliciteerd Chantal, super gedaan, echt heel erg mooi. Dan hebben we natuurlijk nog een winnares en dat is Stephanie Ta, met dat hartstikke leuke, schattige hondje. Oh. En natuurlijk de papegaaienspin. Ook van harte gefeliciteerd, Stephanie. Heel erg mooi gedaan. Je kunt super trots op jezelf zijn. En dan nog de derde. En dat is geworden. Ik hoor dat er iets verkeerd is gegaan. Oh, bij de. Nou, Wendy zit weer eens te knoeien. Maar in ieder geval, het is Catharina Berger. Alleen, we hebben per ongeluk de verkeerde foto erbij gezet. Mijn excuses, die bij de eerste stond de verkeerde foto. Nou, ik weet het niet. Haal hem dan maar offscreen als het verkeerd is. Soms moet ik ook de regie nog doen vanuit hier. Ja, het is me wat, hè. Maar ja, het is niet een one-man show. Het is een one-company show. The many faces of Magnetic. En soms ook een klein foutje. Maar maakt toch niet uit. Maar wat hebben jullie dan gewonnen? Wat hebben jullie dan gewonnen? Nou, Wendy, laat het zien. Ik hoop dat dat wel klopt. Ja, daar is hij! Joehoe! Dat zijn de liner gels, detailers, het rhinestone penseel, de verschillende topcoats. Nou, alles wat eigenlijk is gebruikt, samen met natuurlijk de kleuren. Maar dit pakket komt jullie kant op. Wat moeten jullie doen? Stuur even een mailtje naar info@nailtalklive.com. Dat is info@nailtalklive.com. En onder vermelding van winnares Deborah.
En even je NAW-gegevens, dus je naam en je adresgegevens. En dan zorgen wij ervoor dat het deze week nog jouw kant op komt. Jullie lazen al in de comments een aantal winnaressen. Die hebben afgelopen maandag te horen gekregen dat ze begonnen. Hadden nu al hun pakket in huis. Dus doe dat eventjes. Dan heb je het misschien nog voor het weekend in huis. En kun je het gebruiken om onder andere je huiswerk van Michelle te maken. Nou, het is een hele bond vol, hè? Ja, het staat er nog steeds in voor het Neil Talk Live. Voor het geval jullie het nog niet hebben gezien. Oh, de goede foto staat erbij. Dan gaan we nu nog eventjes kijken naar Catharina. Prachtig. Nee, Chantal Bernabella. Ah, ik snap de verwarring. Oh, wat een mooie poesjes. Vind je het niet prachtig, Michelle? Heel mooi, ja. Leuk, hè? Die kleuren van die ogen. Nou, dat was dus alle inzendingen van Chantal. En dan gaan we ook nog even de inzending doen van Catharina. Oh, van Stephanie. Nou, ook heel mooi dat hondje. Hondje is niet weggelopen. En Catharina Berger, dat zijn deze inzendingen met de mooie roofvogels. En de kat die zit te loensen op en zich zit voor te bereiden op de roofvogel aan te vallen. Nou, in ieder geval, nu klopte het wel. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. En soms gaat er iets fout. Ach, maakt toch allemaal niet uit. Ik denk dat het nu wel weer tijd is om te gaan kijken bij Michelle. En dan kan ik even wat drinken, want ik ben intussen een beetje schor. Ja, super mooi gemaakt, dames. Gefeliciteerd met jullie prijs. Vul ook inderdaad even het formulier in, hè, het enquête. Ik heb hem zelf ook al ingevuld. Dat is echt belangrijk voor ons allemaal, voor ons vak, want daar strijden we voor. Nu mag ik jullie het laatste design laten zien. En dat wordt dit design. Het is een beetje geïnspireerd op een beetje barokkrullen, een beetje sieradenachtige dingen. Er zit een mooie opaal in verwerkt. En ik heb alvast de ondergrond voorbereid. Daarvoor heb ik de kleur Pulcinella. Dat zou ik eigenlijk moeten weten, want mijn man is half Italiaans. Maar goed, dat terzijde. Pulcinella. Dat is dus de zilveren variant. En daaroverheen heb ik, dat was naar aanleiding van een idee van Jessica, de Glass Gel Polish, Blue Glass en de Cyan Glass. En dan geveed. Uitgeveed over de nagel heen. Dan krijg je dat mooie effect. Prachtig. Ik zou hem eigenlijk ook nog eens moeten proberen met andere kleuren. Klas. Lijkt me echt super mooi. Nou, dat hebben we gedaan als ondergrond. Vervolgens heb ik hem even afgelakt met Supreme Finish. En nu kan ik gelijk beginnen met het opbouwen van mijn design. Daarvoor pak ik eerst even een opaaltje. Ja, en nu gebruik je ook echt de opaal als juweel. Ja. En ik moet zelf zeggen, ik vind dit zo mooi. Jij stuurde mij dit toe. Natuurlijk een paar weken geleden. En ik was echt helemaal een meester. Want ik hou gewoon van barokke, juweelachtige designs. Daar word ik gewoon gelukkig van. Daar draait mijn leven om. Je moet mijn huis eens zien. Het is net een Jordaanese schiettent, zoals mee dat zou zeggen. Maar goed, we gaan terug. Ja, ik breng een klein beetje aan van de gemstone gel die ik nog had liggen op mijn andere paletje. En daar zet ik eerst even mijn steen in vast. Dat is mijn opaal. Een beetje in het midden. Zo. En die ga ik even uithouden. Ondertussen, terwijl die even aan het uithouden is, heb ik hier op mijn paletje heb ik gemengd moet ik even kijken dat ik het goed zeg. De gel paste met de Cerisa Sweeties. De white gel paste met Cerisa Sweeties. Ja. Oké, dat is een nieuwe menging. Ja. Die kennen we nog niet. Nee. Maar de white gel paste is wat lobbiger, hè? Die is wat heel lobbig. Moet je tampels houden, rug. Ja. En Cerisa Sweeties is dan weer wat zachter. En zo meng je hem naar jouw wens? Ja, zodat hij wel dus mooi die structuur heeft om mee te bouwen. Maar door de Cerisa Sweeties toe te voegen is natuurlijk geen sticky layer. Dus het eindresultaat is bijna plakloos. En dat is wat je graag wil. Dus je het erop zetten klaar. Oh, cool. En kunt verder. Ja. Grappig. Dus ik dacht gewoon mixen, gewoon gooien. Probeer. Is het niet wat, weg ermee, opnieuw. Ik laat jullie even de gel paste zien. Moet je even een beetje schaduw erboven houden met je hand. Kijk, zo kun je het zien. En ik kan wel even met de spatula doorheen gaan. Het is echt super dik. Ja, dit is een beetje een vergeten gel. Ja. Weet je wat, die doen we gewoon als cadeautje bij jouw pakket. Leuk. Ja. Ja, dan gaan mensen hem ook gebruiken namelijk. Ja, dat is een goed idee. Is leuk. En welke verhouding gebruik je ongeveer? Nou, het is een beetje op gevoel, maar ik heb eerst gemengd 50-50, toen iets minder, weet je wel, toen werd het 60-40. Dus kijk wat voor jou gewoon werkt. Probeer het uit. En zolang die maar niet uitloopt, is het goed. Oké, okay, nou. Nou, we gaan beginnen. Heb er zin in. Ja. Ik ga over naar mijn Jessica's Choice penseel. En ik heb hier mijn mengseltje liggen. En dan pak ik gewoon wat op. Ik
scoop wat op. En dan ga ik eerst even een krul neerleggen. En die leggen we zo langs de opaal neer. Dus we gaan eerst als het ware even een beetje de opaal cappen. Even het zijkantje goed meenemen. Zo. Flash cure. 2 seconden. En je kunt verder. En nu gaan we dus als het ware ons design opbouwen. Dus ik leg een tweede laag neer. Trek die er ook langs heen. Flash cure. En dit is een design wat super mooi is. Het is een level 3 ook, omdat hij iets moeilijker is om op te bouwen. Maar je moet voornamelijk geduld hebben. Dit is echt een design. Hier ben je dus niet 10 minuten klaar mee in de salon. Als mensen het willen, zou ik ervoor kiezen om bijvoorbeeld bovenaan de cuticle een paar krulletjes neer te leggen. Niet te veel. 2, 3 krulletjes en een steentje en een paar billions, weet je, om het op te vullen. Want anders moet je er wel echt te veel, of niet te veel, het is het waard, maar je moet er veel geld voor vragen. Ja, en je klant moet dat ook willen, hè? Die moet dat ook kunnen betalen. Nou ja, ik zou gewoon eisen dat je het bij me zou zetten, hoor. Ik zou gewoon zeggen, bel die andere klant maar af. Nou ja. Ja, ik wil gewoon zulke mensen bestaan gelukkig ook. Ja. Ja, en dit is dus echt met het opbouwen, omdat het dus echt een lobbig product is, ga je dus ook het verschil van laagjes zien. Dus echt het lasagne-effect. En dat vind ik persoonlijk zo ontzettend mooi. Misschien kunnen we dat... Kijk, als ik dat een beetje... Nee, is niet echt te zien nog op beeld. Maar komt zo wel. Als ik hem hoger opbouw, dan ga je het vanzelf een keer zien. Even mijn knopje zoeken. Ja, daar. Oh, ik hoorde uit de regie dat... er is even een opiniepeiling geweest, maar het was goed te zien. Ja, wel? Oh, oké. Okay. Ja. Gelukkig. Nou, voordat ik deze verder ga opbouwen, ga ik eerst even wat andere krulletjes neerleggen her en der. Zodat ik eerst even mijn design bepaal. Dus daar komt een krul. Hier maak ik een dubbele van. En dan wil ik hier nog een mooie krul. Laten we even. Ja, als jij dat er zo opzet, het is, maar ik herken dat wel, en dat zeg ik niet om op te scheppen, maar ik hoorde ook heel vaak van mensen dat het er zo makkelijk uitziet als je dan aan het werk bent. Dat is het natuurlijk niet, maar dat is technische vaardigheid, dat is oefening. Ja. Als je dat maar heel vaak doet, dan wordt het ook voor je makkelijker. Ja, en dan klopt. Is het dus ook sneller, maar dat is dan nog even secundair. Maar het wordt makkelijker en daardoor kun je het heel snel neerzetten. Als ik nu een lijntje moet zetten, nou, dan is het meer gewoon een morsecode. Tik, 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 tik. Maar ja, dat is gewoon ervaring. Ja, en weet je wat ook is? De ene dag heb je natuurlijk wel je dag en de andere dag, nou, dan lukt het mij ook haast niet, zeg maar. Weet je, soms heb je gewoon je dag en soms heb je niet je dag. Ja, en als je niet je dag hebt, moet je niet zo dit soort dingen aan maken. Ja, zo werkt het. Het zijn allemaal mensen, hè? Gemma vraagt, is de ondergrond afgelakt met Supreme Finish? Ja. Ja. Yes. Even kijken, laten we, want hier missen we natuurlijk nog iets, dus hier moet nog wat. Dus laten we hier ook nog even wat neerzetten. Anja van S is zo druk aan het kijken dat ze zojuist in plaats van vloeibare boter een fles mayo uit de koelkast pakt om het vlees op te bakken. Oh, maar dat nou, past niet lekker. Zo lekker. Ja, lekker. Ik snap het. Een nieuw soort gerecht. Beef à la mayo. Beef à la mayo. Ja, ach. Laten we kijken. Dus dit doe je echt op gevoel, hè, Michelle? Ja, dit is gewoon kijken wat vind je leuk, waar mis je wat. Nou, ik mis... Kijk, als ik nu naar mijn design kijk, en dan kan ik jullie een beetje laten zien hoe mijn brein werkt. Is dat ik hier is iets wat kaal. Ja. Daar is het mooi, daar is het vol. Ja. En daar is gewoon kaal. Ja. Dus daar moet wat. Nou. Maar zou je dan een krulletje omhoog of naar beneden doen? In dit geval omhoog. Omdat je eigenlijk, wat met krullen vaak zo is dat je ze een beetje, als het ware, met de ruggetjes tegen elkaar aanlegt. Mm-hmm. Dus dat is, in dit geval zal ik hem omhoog zetten. Ja, dat is leuk uitgedrukt, ja, met ruggetjes tegen elkaar.
even flashcuren. Nou, en nu pak ik weer even wat gel op. Ja, je schept het er echt uit. Hè? Ik schep het bijna zeggen, het hangt aan één kant van je penseel. Ja, zeker. En dat is ook wat je wil, want dat maakt het makkelijk. Kijk, ik laat nog even een keertje zien voor jullie op beeld. En je ziet ook echt dat die uitstopseltjes in mijn gel blijven staan. Nu heb ik wat te veel aan mijn penseel hangen. Dat zie je ook zeg maar in wat nog op mijn paletje. Je ziet echt die hobbeltjes en bobbeltjes erin staan. Nou, dat is dus echt perfect voor dit soort extremere designs. Oké, ik ga nu mijn design verder uitbouwen. Ik heb nu een klein draadje eraan hangen. En dat draadje is dus ideaal om over je design heen te trekken. En daarmee extra relief te creëren. En wanneer je dit dus doet, want dit kun je natuurlijk ook doen met de glass gel polishes. Dus de gemstone gel met de glass gel polish combineren. Wat ik dan zou doen, adviseren, is daarmee kun je prima stoppen halverwege een lijn. En als je bijvoorbeeld een lijn opbouwt en een deukje erin wil maken en weer opbouwt, dan kun je prima halverwege stoppen. Met de wit zou ik hem wel de lijnen afmaken. Dat geeft wel het mooiste effect en dan krijg je de meeste eenheid bij. Juist omdat je met deze type gel zie je dus elke onderbreking, elke hiccup, die ga je zien, terugzien. Wat wel belangrijk is om eventjes te melden, is als je dit op een klant doet. Kijk, je doet het nu natuurlijk flash cure. Hè? Mm-hmm. Dus dat eerste laagje doe je steeds. Je doet het maar heel kort uitharden. Aan het eind had je hem helemaal uit. Klopt. Natuurlijk kun je dat op die manier ook op een klant doen. Maar let op dat je moet niet hoger dan 1 mm of 2 gaan. Als je hoger gaat dan 2 mm, dan heeft hij dus langer uitharding nodig. Maar ja, je gaat natuurlijk steeds heen en weer in die lamp. Ja. Maar als het echt een heel hoog of een fors element is, dan heb je dus ook wat langere uitharding tussendoor nodig. Want je moet je voorstellen, er zijn 3 miljard moleculen nodig om 1 kunstnaag te vormen. Dus in 1 zo'n krul zitten misschien wel 500 miljoen moleculen. Die moeten wel allemaal de kans krijgen ook handjes aan elkaar te geven. En als dat licht komt, dan is dat het signaal, oh ja, handje geven. Maar als je er dan weer uitgaat, dan doet hij dus eigenlijk dit. Handje geven, dit moet nog wel naar elkaar toe. Anders kan het, wordt het een kaassoufflé. Dus dan, als je langer gaat, dan kan dat handje elkaar wel vastpakken. Ik hoop dat het een beetje logisch klinkt. Maggie vroeg trouwens, als je dus die krullen maakt, hè, is het dan goed om te begrijpen, het begin is dik en het eind is dun? Kan, hoeft niet, kan. Ja. Het is wat jij wil, hè. Er is niks goed of fout. Het is vaak wel het mooist. Dat moet ik, esthetisch is het pleasing, laat ik het zo zeggen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook het uiteinde van de krul iets laten aflopen. Dus dan als het ware dat hij zo'n beetje naar binnen krult en dat hij zo mooi afloopt. En dan juist als je hem naar buiten krult, iets omhoog en iets naar buiten vouwen. En dan weer langzaam aflopen. Snap je dan wat ik bedoel? Dat is een beetje moeilijk, hè? Ja, wacht, ik laat het jullie helemaal zien. Ik zie het al helemaal zo om elkaar heen gaan. Dat flash cure, Sheila, dat doe je iedere keer 5 tot 10 seconden. Afhankelijk van hoe oud je lamp is. Dat is voldoende. Ja, ik kan het jullie even laten zien, want toevallig heb ik het in dit design wat ik voor jullie had voorbereid, heb ik het gedaan. Als ik de tip zo draai, dan zie je bij deze krul, de achterste, dat het puntje afloopt. Wait, I will help you. Hier. Laat maar gewoon zo staan. Yes. Nou is die onscherp, even kijken. Zo. Beter. Ja, dus hier loopt hij af. Dus af, op, draaien we de krul. Loopt hij als het ware helemaal naar buiten. Dus hij vouwt zichzelf naar buiten. En dan loopt hij weer af naar, dan loopt hij weer af naar beneden. En zo zie je dat bij meerdere krullen van mij. Maar deze bijvoorbeeld is gewoon, hier is het hoogste punt ook. Daar eindigt het hoogste punt. Dus gewoon mee spelen. Ja. Dan zoom ik weer ietsjes uit. Mm-hmm. Oh, dat is de verkeerde kant op. Is hij scherp? Ja. Ja, hij is weer scherp. We kunnen verder. Oké. Deze specifieke ronding ga ik dus naar buiten bouwen. Wat ik daarvoor ga doen, is ik ga de gel aan de buitenzijde van mijn vorige lijn zetten. Dus ik zet hem hier aan vast. En op die manier
Dus niet echt bovenop elkaar stapelen, maar iets aan de zijkant. Wel even mijn lijn afmaken. En dan vouwt hij zich als het ware naar buiten. En als je dat dan twee laagjes doet, of twee of drie riggeltjes neerlegt, dan zie je echt dat hij zo mooi naar buiten gaat. Of naar binnen, is ook mooi. Zo. Doen we nog een laagje. Bij diezelfde krul. Ik zet hem hier weer aan vast. En ik laat hem ook weer iets aan de zijkant. Ja, net al een beeld was goed te zien, Wendy. Kijk, je ziet echt dat die schuin... Ja, het is prachtig. Het is geweldig. Schuin afloopt. Ja, je zou dit natuurlijk ook met acryl heel goed kunnen doen, hè? Zeker, ja. Maar hoe leuk is dat je gewoon een beetje af kunt wisselen. Ja, tussen ja, de verschillende producten. Sophie, jij hebt even gemist. Is dit gewoon white liner gel opgebouwd? Nee, dat is het niet. Dit is de white gel paste. Dat is een dikkere gel. Gemengd met een beetje cerise uit Sweeties White Coconut. Om hem zonder plaklaag te krijgen en ietsjes dunner. En hiermee bouwt ze hem dus echt op. Liner gel kun je niet zo hoog opbouwen. Dat is echt meer een... Ja, dit klinkt nu heel gek wat ik ga zeggen. Maar de liner gel is meer een soort pasta. While de white gel paste, die is dikker en lobbiger en meer voor 3D effecten. Het is gewoon pech dat het in Nederlands pasta is. Het is meer, de white gel paste is dikker en de white liner gel is meer om mee te tekenen. Ja, ja, dat is een goede omschrijving. Ja. Nou, ik maak van deze krul maak ik een broertje of een zusje aan vast. Vind ik leuk. Oh ja, leuk. Net iets extra's. En dat doe ik ook even in twee of drie laagjes. En dan ga ik de andere krullen nog verder opbouwen. Ja, Etty Shergold vraagt, welke dikke gel kun je nog meer gebruiken voor dit effect? Daar moet ik even over nadenken. Waarmee zou je dat nog meer kunnen doen? Misschien dat je de Flash Gel Thick zou kunnen mengen met de Liner Gel White? Ja, maar ik denk dat die niet zo dekkend wordt. Dat je hem niet zo dekkend krijgt als de wit. Dan wordt het meer een milky effect, maar dat kan natuurlijk ook mooi zijn. Ja. Dat is een beetje ivoor. Ja. En als je er dan nog een paar chameleon flakes tussen legt. Ja, ze blijft me terugkomen op die chameleon flakes. Hoor. Echt, ik hou was van vanochtend chameleon ook al. Ze wilde per se chameleon flakes erin steken. Ja. Is de white gel paste iets anders dan plastiline of plastigel? Ja, plastigel is heel compact. En de white gel paste is meer zoals tandpasta. Dus dat kun je echt modelleren en lijnen inmaken. Maar we zijn het een beetje vergeten, die white gel paste. Want ik denk dat we die 5 jaar geleden hebben uitgebracht. En toen hebben we er heel veel mee gedaan. Maar is een beetje naar de achtergrond gezakt. Maar die white gel paste is heel erg fijn. Zou je dit ook kunnen doen met gemstone gel gecombineerd met liner gel? Nou, ik zou zeggen, ga het proberen. Jullie moeten echt even proberen. Want ik zie meer van deze vragen. Probeer het en ga anders gewoon kijken of je bijvoorbeeld een andere... Dan wordt die dus iets minder spierwit. Maar dan kun je er alsnog hele mooie effecten mee maken. En gooi er dan die chameleon flakes doorheen. Want weet ik zeker dat je een prijs wint. Want ze houdt heel erg van chameleon flakes. Nee, kunnen we er ook nog een potje chameleon flakes bij doen? Wat zeg je? Kunnen we er ook nog een potje chameleon flakes bij doen? Nou, het wordt steeds een uitgebreider pakket. Ja, ja. Maar wie weet, doen we er een verrassingje bij. Ik help jullie wel hoor. Ja, het is echt heel mooi. Nou, even flescure. Ik ga nu naar een andere krul, want ik kan hem wel 6 lagen opbouwen, maar dat gaan we even niet doen. En ik wil jullie ook nog even een ander product zo meteen laten zien, die ik ook heb gebruikt. Ik laat hem jullie, hij is toch even aan het uitharden. Laat ik hem jullie al wel alvast even zien, want ik heb lekker gespeeld met producten. Ik heb deze twee onlangs ook gemaakt. Deze is inderdaad opgebouwd met de glass gel polishes, maar wat daartussen zit, dus deze glitter... Dat is de One Coat Color Gel. En die hebben we in, onder andere in het zilver en in het goud. En dat is ook een dikkere gel. Daar kun je echt ook perfect dit soort dingen, 3D dingen mee bouwen. Ja, want dat is dus puur en alleen die white of die One Coat Color Gel True Gold of True Silver, wat ik daar ja, zie. Ja, klopt. En dan wel weer even aflakken inderdaad met een Supreme Finish aan het einde.
vet leuk. Maar ja, dan kun je dus hele verschillende effecten mee maken. Hier heb ik bijvoorbeeld inderdaad de glass gel polishes. Dan de gouden versie van de One Coat Color Gel. Hier heb ik ook diezelfde combinatie die ik nu ook heb met de wit. Ik heb wat stenen, wat bullions. Maar hier heb ik bijvoorbeeld de groene en een blauwe variant. En die heb ik in elkaar over laten lopen. Dus aan deze kant is die blauw. Dan draai je erom. Ja, ze is die groen. Ja, Lisette zegt ook, ik heb geen idee wat je aan het doen bent, maar het ziet er goed uit. Dank je. Ze komt net binnen. Dank je. En oh wow, die zijn ook super. Love unicorns, zegt Peggy. En Evie vindt het ook helemaal geweldig. En kijk, ik zie een vraag over, werkt Aukje Veldman nog bij Magnetic? Nee, helaas is Aukje afgelopen jaar, februari, is zij gestopt bij Magnetic. En dat kwam door de grote reistijd en de reisafstand. Want dat was natuurlijk iedere dag 2 keer 1 uur en 3 kwartier. En Lisette zegt, Pepijn... Ja, hi. Ik heb zojuist de rubber base met Powergel Clear gebruikt. Dat werkt ook fijn voor snelle opbouw. Nou, kijk. Hey, top. Nieuwe tip. Gaan we proberen. Ja, wat ik ook heb gehoord is inderdaad, dat zei Jessica van de week, een beetje de clear acrylpoeder erdoorheen. Ja. Dus door een gel, een willekeurige gel, wat je graag wil gebruiken, dan een beetje clear acryl erdoorheen. Ik heb het niet geprobeerd. Misschien werkt het. Ja, daar kun je inderdaad mee werken. 1 tipje van mij, maakt niet te veel, want door de witte acryl of door de acrylpoeder gaat de gel uit harder. Ja. Dus je kunt hem niet lang bewaren. Maar goed, dat is dan maar zo. Nou ja, dit is echt lekker monnikenwerk, zoals ik altijd zeg. Gewoon leuk om te doen. Ik kan hier echt van genieten. Nou ja, en dit is dus een beetje een soort van barok design die ik nu aan het maken ben. Dus een beetje... geïnspireerd op sieraden en dergelijke. Maar je kunt ook hele andere dingen bouwen. En die laat ik jullie zo meteen graag nog even zien. Want ik heb, zoals jullie hebben kunnen zien al in de groep, ook een paard gemaakt. Met de manen. Maar ik heb ook nog een paar andere dingen gemaakt. En dat vind ik toch ook wel leuk om jullie hopelijk een beetje mee te kunnen inspireren. Dat we die ook nog even kunnen laten zien. Zo. Dit is wel echt level 3, dames en heren. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld deze. Ja, dit is gewoon, dit is niet eerlijk. Het is een goudvis van de bovenkant, top view. En dan met steentjes en bullions een beetje de belletjes gemaakt, als het ware. Als die ademt. Ja, het paard. En hier kun je dus zien, waar ik dus echt fan van ben, is dat matte met glanzende. Dus het paard is glanzend. En de achtergrond waar de goldflakes in liggen, is dus mat. Een beeldhouwstuk, een gezicht. En de haren daarvan heb ik dan weer opgebouwd met 3D gel. En een goudvis van de zijkant. En die zijn wel vrij dik opgebouwd hoor, zoals jullie kunnen zien. Dus die. Maar dan hebben we ook nog bloemetjes. Tulpjes en een lelie. Het is gewoon geweldig. Het is gewoon geweldig. Het is gewoon ongelooflijk. Ik vind alleen al dat blad van die tulp gewoon geweldig. En die, dat groene blad. Die. Ja, nou, het is echt hoe die helemaal zich eromheen draait. Ja. Ja, en hier heb ik dus echt de gel er bovenop gelegd. Dus eerst het design helemaal geschilderd, highlights, lowlights. En dan de gel erop gelegd. En hier heb ik, bij de lelie heb ik het, dus het blaad is gemengd. Weer. Dus gemstone gel met groene glass gel polish. Net weer een ander effect. Ja, en zo kun je helemaal uitleven. Met pigmenten had ik ook inderdaad nog het een en ander gemaakt. Ja, iedereen ligt nu in katzwijn. Maar het paard is wel heel populair. Kijk, ja. Ja, heel wat anders. En hier liggen dus pigmenten onder. Ja, ik zie ook al mensen denken meteen aan een phoenix om te maken. Heb ik ook gemaakt. Oh. Ja. Even kijken of ik die toevallig ook nog bij me heb. Dat heb ik niet gezien, denk ik dan. Nee, dat klopt. Die heb ik nog niet laten zien. Nou, dat kan gewoon niet. Deze. Alleen, ik heb hem... Kijk, straks hadden we het over less is more. Nou, dit is too much. Uiteindelijk. Vond ik zelf. Nee. Ja, Wendy, die gilt in mijn oor. Nee, dat is helemaal geweldig. Maar ik vind dat poesje daar rechts ook zo leuk. Deze, ja. Nah. Dit is mijn kat. Dit is Kareltje. Ja. Ja. Schattig, hè? Lisette vraagt, zou je nog alsjeblieft nog 1 keer de eenhoorn kunnen laten zien? Tuurlijk.
Ja, prachtig. Prachtig. Echt super. Wat? Lekker vrolijk. Ja, je had ook een vrouw met een jurk gemaakt, hoor ik. Ja, heb ik ook nog gemaakt, klopt. Ja, en ik reageerde heel ongenuanceerd, wat naar Wendy? Maar ik bedoel natuurlijk, wat zegt u, regie? En Desiree heeft de white gel paste onder in de la gevonden. Nooit gebruikt. Ik ben even aan het proberen, lijkt mij nergens op. Gewoon mee spelen, gewoon mee spelen. Maar zie je nou wel, soms vinden we de leukste dingen onder in onze nail art lades. Ja, moet je er even op beeld zetten? Oh, dat is die True Gold One Coat Color Gel. Yes. Nou, geweldig. En die maskers zijn ook zo mooi. Ja. En dan ook weer opgebouwd. Nou, het is echt prachtig, Michelle. Michelle, echt gewoon geweldig. Dank u, dank u. Dus ja, zo kun je jezelf wel bezighouden tijdens lockdown. Zeg dat wel, ja. Zo, we gaan gewoon even lekker door, want ik wil mijn designtje nog even zo goed als afkrijgen, als dat lukt. Ik ga hier even aan de binnenkant van de krul nog een extra krulletje zetten, er tegenaan. Even uithouden. En dan zal ik zo meteen ook nog even met wat goud, die One Coat Color Gel, even hier ook wat, of straks zilver doen. Zilver is beter hè, bij dit design, ja. Mee zegt in de comments, zo komt splinter door de winter. Nou, zeg dat wel. Mm-hmm. Of zo komt Mona door corona. Ja. Echt. Waar komt die inspiratie nou, hoe bubbelt dat nou omhoog? Oh, dat is heel verschillend. En vaak niet fijn. Tenminste, niet voor mijn vriend. Meestal 2 uur, 3 uur 's nachts, zeg maar. Ja. En dat duurt ook een paar uur. En dan lig ik in bed. En dan ben ik dus echt aan het Pinterest en googlen. En noem het maar op mijn foto's. En denk ik, oh, dit en dat. Oh ja, maar wat voor techniek of kleur of dit of dat. Nou, dan heb ik ook een notitieblokje op mijn telefoon. Weet je, en dan schrijf ik alles op. Zo, dan typ ik alles. En als het dan klaar is, dan kan ik ook slapen. En voor die tijd, het moet gewoon af. En je moet er ook gebruik van maken, want ik kan het dus niet oproepen. Dus als ik zo'n epiphany moment heb, dan moet het. Maakt niet uit wat voor tijdstip het is. Moet dan, zeg maar. En, want ja, weet je, het kan ook zo zijn dat ik 2 weken lang geen epiphany heb, zeg maar. Ja. Dus. Ja, ja, ja. En daar ja. moet hij begrip voor hebben. En mijn man, die zit bij de brandweer. Dus zijn pieper gaat ook wel eens 's nachts af, hoor. Dus een beetje sam-sam, hè. Ah, het is heel verschillend. Het kunnen dus inderdaad juwelen zijn, zoals de ketting van mijn oma. Het kunnen dingen zijn die je ziet, films, andere kunstenaars. Ja, noem het maar op. Overal en nergens komt het vandaan. Dus er komt ook nog, als het goed is, een eentje aan die hebben we ook opgenomen een tijdje geleden. Van de film, Pepijn, help me even. Het kleed, het vloerkleed. Aladdin. Nee, uit de jaren 80. Oh, ach, natuurlijk. Dat is, even in beeld, dat was The Shining van Stanley Kubrick. Ja. Met erin Jack Nicholson. En dat is gebaseerd op een boek van Stephen King. Die film is in 1980 gemaakt. Stephen King was er niet heel erg blij mee. Maar daar ligt een tapijt in. En dat was helemaal de inspiratie. Dat was een hele wonderlijke inspiratie. Maar ik herkende het wel meteen toen ik het zag. Nou, kijk, dat kan dus ook als inspiratie dienen. Dus het is super verschillend. En voor mijn wedstrijdset bijvoorbeeld, daar heb ik weer inspiratie van Deborah gekregen. Ik heb Deborah ook geappt. Ik zeg, Deborah, kijk! Van die set van vrijdag? Ja, die ik je vanochtend heb laten zien. Ja. Ja, die. Nou, dat komt weer door Deborah. En zoals hier de ondergrond van deze naald, dat komt dan weer door Jessica. Nou ja, zo werkt dat een beetje. Ja, zo inspireer je elkaar natuurlijk ook. Hè? En soms heeft iemand die een hele leuk iets bedacht met dit. En dan kun je er ook dat mee. Ja, zo leer je van elkaar. En ja, nummer 1 word je nooit alleen. Hè? Dat doe je altijd met z'n allen. Ontdek je al die dingen. En dat is het mooie van dit vak. En dat is ook het mooie en het geweldige van Nail Talk Live. Van zo bij elkaar komen. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Want ook als jullie inzendingen plaatsen. En insturen met huiswerk. Nou, het is gewoon prachtig. Zo heb ik Michelle ook leren kennen. Hè?
Want zij had op een gegeven moment, wat was het, de Predator nagel gemaakt. Ja. En toen de pinnagel. En toen vervolgens Cleopatra. Ja. Ook gewoon, en Medusa. En Dalí. Nou ja, het bleef me doorgaan. Op een gegeven moment dacht ik, wie zou die Michaela Taribuca nou toch zijn? Ja, Michaela. Want ik wist ook niet hoe je het moest uitspreken. Dus dat ging een heel eigen leven leiden hier. En dan was Michelle weer eens in de comments. En dan zei ik, ah, Michaela Taribuca. Of dan maakte ik Michaela Malala van. Maar iedere keer iets anders. En moet je nagaan hoe leuk dat is, hè? Ja. En nu zit ze hier. Het is wel heel bijzonder gegaan. Daar ben ik wel heel dankbaar voor deze kans. Ja, absoluut. Het is eer van je werk, hè? Ja, het is gewoon echt heel leuk. Nou, ondertussen ben ik gewoon lekker elke keer een laagje erbij aan het bouwen van mijn design. Ja, je moet iets, ik moet iets meer in het midden. Gewoon, in beeld zijn. Helemaal goed. Ja. Zo. Nou, en dan moet je hem eigenlijk een beetje afmaken natuurlijk met wat bullions en wat strassenstenen. Ik zit even te denken, kan ik jullie ook nog laten zien? Hebben we daar nog tijd voor met de flakes erin? Ja, vooruit. Vooruit. Sheila zegt, ik ben al heel blij dat Michelle niet meer mee mag doen met de lives. Nu mag ze het ons laten zien. Niet eens te merken dat het je eerste e-workshop is. Nou, dat vind ik ook. Oh, dankjewel. Superleuk om te horen. Het is altijd leuk als je met je passie bezig mag zijn, hè? Ja, of met je fluffy brush, lees ik bij Elvira. Want haar kat is er helemaal verliefd op de fluffy brush. Ja, en Gemma is het helemaal eens. Flakes, flakes, hartjes, hartjes. Ja. Maar wel midden-midden. Ja. Nog niet, ja. Nu wel. Ja. Maar moet je ook echt iedere stap hiermee uitharden? Heb je echt niet voldoende tijd om nog een tweede... Ja, je moet toch ook weer een nieuw druppeltje pakken aan je penseel. Ja, precies. Dus het is eigenlijk dezelfde handeling. Ja, want weet je, ik stop hem even in de lamp en tegelijkertijd pak ik een nieuwe druppel op. Ja. Dus ja, die 2-3 seconden heb je gewoon wel... die heb je sowieso al nodig om je druppel op te pakken. Dus waarom zou je niet tegelijkertijd je tip in de lamp stoppen? En daarmee voorkomen dat je hem... stel dat je hem stoot of... Ja. In een ander disaster. Of je laat hem vallen. Of je laat hem vallen, inderdaad. Of hij zit tegen de bovenkant van je lamp voordat je hem erin stopt. Ook wel eens gebeurt. Dan heb je een deuk erin zitten. Ja, het gebeurt allemaal. Zo. Nou, even kijken. Dan ga ik even wat spulletjes klaarleggen voor die vleetjes. Misschien heeft Pepijn nog wat comments ondertussen. Ik zit even te kijken. Ik heb natuurlijk al vrij veel tussendoor gezegd. Hè. Mm-hmm. We gaan gewoon nog eventjes, jij gaat eventjes dit doen, maar ik ga nog even het huiswerk doen. Ja, dat moet. Want, dat is weer mijn moment, hè? Mijn moment om te stralen, is om jullie te vertellen wat het huiswerk is. Nou, dit keer, als jij je e-certificaat wil ontvangen of kans wil maken en of kans wil maken op de prijs die Michelle gaat uitreiken, dan is dit wat je moet doen. Je moet 2 designs maken waarin je de technieken en de voorbeelden van Michelle die je daarin gebruikt. Dus laat zien hoe je verschillende designs hebt opgebouwd. Maak daar dan wel even step-by-step foto's van, het liefst 3 per design, zodat we ook zeker weten dat jij degene bent die die nagel heeft gemaakt. Nou, laat je fantasie de vrije loop. Creëer wat je maar ziet. Dat kan dus een tapijt zijn in een hotel, of dat kan een Murano glazen papegaai zijn. Alles wat daartussen zit, laat je gewoon inspireren. Het hoeft niet heel moeilijk te zijn, hè? Zoals ik al eerder heb gezegd. Het mag ook eenvoudig zijn, het is gewoon altijd leuk om mee te doen. Als je dat doet, dan zijn er natuurlijk een aantal regels aan verbonden. Die heb ik nu voor jullie in beeld. Je hebt 1 week de tijd, en het is om het overzichtelijk te houden, dus tot 20 januari. En je stuurt je huiswerk enkel en alleen in via de link die je kunt vinden in het album 3D Gel Ornamenten. Of in het vastgezette bericht van Wendy boven in de groep genaamd Reglement. Daar staat de Michelle Taribuca, de workshop en dan kun je de link. Als je je certificaat hebt verdiend, dan krijg je persoonlijke feedback van de trainer. Waarin wat dieper in wordt gegaan op wat je precies hebt gemaakt. Waar je knelpunten zitten, wat je moet verbeteren. Of misschien wat je wel gewoon buitensporig mooi hebt gedaan. En dan plaatsen wij...
jouw foto's in het album wat past bij de 3D-ornamenten workshop van Michelle. Nou, als je dat hebt gedaan, dan krijg je natuurlijk je IS-certificaat, maar je maakt ook kans op het volgende pakket. En dat zijn 4 kleuren gel polish, de gemstone gel, de detailer nummer 3, maar ook de white gel paste, een klein potje flash gel fik en wie weet een chameleon flake. Nou, in ieder geval, dan heb je natuurlijk heel veel leuke spullen om te gebruiken waarmee jij weer mooie dingen kunt gaan maken. Aanstaande vrijdag is het dan weer de tijd aan Annelies de Brabander. En zij gaat samen met Jessica cartoon nail art maken. Om 2 uur zet het in je agenda cartoon. Geïnspireerd door Disney en Jessica neemt mijn plek hierover om jullie comments door te zetten. En natuurlijk is Wendy er ook bij, want volgens mij is Wendy bij iedere live. Behalve als ze zelf achter de tafel zit, dan is ze er ook bij. Ja, gekke opmerking. Nou, in ieder geval, aanstaande maandag is het dan de beurt aan Cheryl. En Cheryl gaat ons alles vertellen over de seduction producten en hoe jij nou jouw zaak kunt optimaliseren. Want Cheryl is zich aan het ontwikkelen tot salon nail salon coach. En hoe dat nou precies in elkaar zit, maar ook als je bepaalde vragen hebt. Hoe moet ik mijn prijzen verhogen? Hoe pak ik dat nou straks aan? Nou, dan is Cheryl daar de persoon voor. In de tussentijd hebben wij natuurlijk een heel gamma. Ik heb vanmiddag tussen de bedrijven door, want zoals je weet, 's ochtends gaan we voor de Engelse trainers live, 's middags voor de Nederlands. Tussendoor heb ik zitten bellen naar Syriza, naar Jessica, naar Deborah, naar Linda. Natuurlijk was Wendy er al om te overleggen. Dus welke workshops kan jij nog meer van ons verwachten in de komende weken? Nou, dat zijn er maar liefst 9 extra. Onder andere laat Wendy zien wat je allemaal, op welke manier je allemaal babyboom kunt maken. Met gel, met fibercoats, met al. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Met gel polish krijg ik in mijn oor door. Nou, dat wil ik eigenlijk ook wel weten, want ik zou echt niet weten hoe je dat zou moeten doen. Dus dat is een babyboom workshop. Toch een van de meest populaire type nagel in de salon. Jessica gaat laten zien hoe je een portret schildert. Hoe maak je nou het gezicht van je echtgenoot op je nagel? Nou, dat verklappen we hoor. Syriza gaat een 3D French manicure nagel maken. Ikzelf ga level 2 acrylbloemen doen, maar die worden dan wat platter. En we gaan het hebben over hoe ga je die dan inlay gebruiken. Linda doet de ballerina nagel in een salonversie, vast met glitter en een leuke inlay. Deborah gaat zomerdesigns maken, dus vrolijke, gezellige, leuke, flitsende designs voor in de zomer. En dan heb ik nog een aantal mensen achter de hand in de pocket. Onder andere Michelle heb ik gevraagd om nog terug te komen voor een extra e-workshop. Maar laten we zeggen, vrijdag krijgen jullie wat beter te horen wat het nou precies is. Wie op welke dag en wat de onderwerpen zijn. Want het is wel weer even een beetje geregeld achter het scherm om het allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, dan ga ik even kijken. Heb ik dat dan gedaan? Ja, de planning heb ik gedaan. Heb ik nu alles gedaan, Wendy? Ja, toch? Oh ja, nagelsector natuurlijk. Met de oproep van Tracy Shelverton om mee te werken aan de enquête. Om daarmee naar het ministerie te gaan. Om daar wat meer sociaal-economische informatie te geven over de werkelijke achterkant van het nagelvak. Van wat wij doen in de salons, werk je, hoe gaat het eraan toe, is je omzet verdeeld. Nou, het is in ieder geval een anonieme enquête. En als je die anonieme enquête invult, kunnen zij die informatie gebruiken om daarmee naar het ministerie toe te gaan. Onze hulp is daarin gevraagd en we hebben natuurlijk, staan we met z'n allen voor dit prachtige vak, dus daar werken wij aan mee. Dus kijk er even naar, kun je vinden in ons groep. Dit is het vastgezette bericht, ziet er zo uit. En daaronder zie je de enquête. En die kun je dan dus gaan gebruiken of gaan invullen. Nou, in ieder geval, dat allemaal gemeld hebbende, is het denk ik nu wel weer tijd om terug te gaan naar Michelle. En voor mij is het weer tijd voor een glaasje water. Ja, ik laat jullie nog heel even graag zien hoe je met de One Coat Color Gel kunt werken. Dus in dit geval ga ik de zilveren variant gebruiken. Ik maak ondertussen even mijn penseel goed schoon. Even een beetje base en top die ik nog had liggen. Want anders krijgen we een mooie milky, kan ook mooi zijn hoor. Maar nu wil ik dat niet, want ik wil mijn vleekjes erin leggen straks ook. Als ik nog even een krul maak met de vleek straks erin. Dus ik ga eerst even de One Coat Silver gebruiken. En dan wil ik ook nog eentje met vleeks laten zien. Ik heb het potje even opengedraaid. Ik ga nu echt werken uit de pot zelf. Kijk, en zoals jullie kunnen zien is dit ook echt een vrij dikke consistentie. En dan moet ik hem wel even op een donker gedeelte zetten, want anders zien jullie het niet op beeld. Dus ik laat even een krulletje hierbij aanzetten. Even een lamp. Nou, en je bouwt hem eigenlijk op dezelfde manier op. Dus je doet gewoon 2, 3, 4 lagen, hoe hoog jij je design wil hebben. Deze blijft ook heel mooi liggen, dus ook hier zie je echt dat relief, dus het bakstenen effect bovenop elkaar, zie je mooi in terug. Daar wordt veel gereageerd op het portret van je partner. Syriza zegt, nou, een portret van mijn partner gaat nooit passen. Nou is ook de partner van Syriza echt heel groot.
Sheila zegt, als ik het gezicht van mijn man op een nagel maak, mag ik wel een hele grote brede nagel graag gebruiken. Iedereen is aan het liggen. Sylvana vraagt, ja, ligt aan welk deel? Patricia, jij laat je nagels geven kaal voor de workshop Ballerina Nagels van Linda. Dus, en Sheila, jij hebt net stiletto's zitten fabriceren. Nou, dan is het alweer tijd bijna voor iets anders, toch? Let's be honest. Terug. Yes. Ja, dat was echt nieuw voor mij, dat je met die True Gold, One Coat, Color Gel en de True Silver echt kunt bouwen. Dat is echt heel leuk. Ja, weet je, je gaat gewoon op zoek naar bepaalde aspecten, zeg maar, van producten. Nou, dan stuur ik Pepijn dus gewoon een appje of een berichtje. En dan zeg ik, Pepijn, ik zoek dit en dit. Hebben we dat? Nou, dan zegt hij, ja hoor, of nee. Dan stuurt hij het op en dan ga ik het testen. En als het werkt, dan denk je, oh, mooi. En als het niet werkt, denk je, ja, jammer. Het is ook goed, hè, om het vanuit het product te benaderen. Want soms, als je het vanuit een techniek benadert, kun je helemaal blind, dan kan een product niet fijn zijn. Terwijl als je het vanuit het product benadert, dan ga je zoeken, nou, hoe kan ik dat nou zo optimaal mogelijk gebruiken? Dat is heel handig. Ja. Kijken uit welke hoek jullie nu een beetje de opbouw kunnen zien. Ja, zo kunnen jullie het zien. Zie je, nou heb je ook een beetje weer die opbouw, maar dan nu met de zilveren variant. Dus ook echt een ideale gel om mooie designs mee te maken, 3D gel designs. Oké, dat voor zover de zilveren variant. Hebben jullie het in ieder geval even gezien? De uithoudingstijd van de True Gold en de True Silver One Coat Color Gel is 1,5 minuut, hè, uiteindelijk. Ja. Ja, zeker. Met alle glitters erin en zo. Is dat wel aan te raden. Ik pak heel even mijn andere tipje er zo bij, want dan kan ik jullie op deze ondergrond laten zien wat ik wil laten zien met de vleekjes. Want dat zie je niet op deze ondergrond, dus hij is veel te sparkly. Dus ik val even mijn tipje. Dan pak ik een beetje van mijn, in dit geval, rubber base wat ik nog heb liggen. Dat kan dus ook flash gel zijn of gemstone gel, hè? Dat maakt in principe niet uit. Even goed mijn penseel leegmaken, dat al het witte pigment eruit is. Zo, oké. En ik leg gewoon even wat neer. Het gaat meer om het effect, hè? Dus en uitharden. En dan wil ik dus in dit geval de purple gold. En die pak ik uit het dekseltje, want ja, de grote delen die kun je echt niet gebruiken met die fijne lijntjes. Dus ik pak gewoon uit het dopje. Daar zitten de kleinste deeltjes. En die dep ik dan zo. En vanochtend heb ik bijvoorbeeld ook eentje gemaakt waar ik dus een inlay diamond in heb gelegd. Dus tussen de mijn lasagne lagen door. Ik denk dat het handig is als je je tip in het midden hebt, want dan stelt hij daar op scherp, Michelle. En dan, want ja, yes. Aha. Daar is die. En die gaan we dus weer cappen. Door gewoon weer een laagje gel eroverheen te leggen. En je kunt er natuurlijk ook hele fijne glitter in leggen. Nou ja, verzin het maar. Bladgehout. Oeh, dat is ook leuk. Ja. Mermaid glitterspray krijg ik in mijn oor te horen. Kan ook, ja. Je kunt natuurlijk ook deze krulletjes uiteindelijk, maar dat is wel een beetje zonde van je opbouw. Sugar. Hè, of inderdaad met de mermaid spray of iets dergelijks. Alleen dan raak je wel een beetje van je relief kwijt, denk ik. En dat is wel een beetje zonde. Aangezien je er zoveel tijd en energie in hebt gestopt. Maar het kan. Nou, doen we nog even één laagje. Kijk, nu heb ik een mooi draadje eraan hangen. Kunnen we dat zien ergens op beeld? Nee. Ja. Yes. Kijk, en het uiteinde van het draadje leg ik mooi aan het begin neer. Want daar wil ik dat hij smal is. En dan trek ik hem omhoog. Dat helpt mij herinneren dat ik jullie nog één techniek moet laten zien.
de rollende techniek. Dus die ga ik jullie zo nog even laten zien. Zo. Pak ik alvast even een beetje gel op. Ik zet hem dus neer waar ik wil dat met de bulk van, van het product komt. En ik rol mijn penseel af en trek hem langzamerhand naar me toe. En dan heb ik precies daar waar ik wil dat het meeste product ligt. Dus stel nou, zoals met een transparante gel. Ik zou, wat ik al eerder aangaf, met de witte combinatie van de gemstone gel en de Cerise Sweeties, zou ik wel de lijnen afmaken. Omdat het gewoon qua relief is. Esthetisch pleasing is het mooiste om te zien. Maar met een transparante of een kleurtje doorheen zit een glass gel of zo. Kun je gewoon opbouwen waar je wil. En wil je dan echt één elementje van jouw hele krul net daar een heuveltje hebben. Ja, dan is die lekker afrollen. Dan heb je precies daar het product zitten. Perfect. Is ook handig als je de krul naar buiten wil maken. Van jouw, dus als je wil dat jouw krul overhelt naar de zijkant. Rol je product aan de zijkant af. En dan zit hier... komt dan de bulk van jouw product te zitten. Ik zal het nog één keertje ook weer laten zien. Ik pak wat product op. Even kijken, waar is mijn krul? Daar is mijn krul. Ik wil nu dus echt dat hier mijn product komt. Ik rol mijn penseel. Trek hem af. Dan heb ik een klein draadje, die maak ik even af. Zo. En dan kun je echt zien... ja, daar... dat al het product is gecentreerd op één plek. Ja. Cool. Dus dat was eigenlijk mijn trucendoos tot zover. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Nou, dat weet ik wel zeker. Want iedereen is ontzettend enthousiast over wat je allemaal hebt laten zien. Ik wil graag aan jou vragen om even de 3 voorbeelden op tafel te leggen. Goed onder topshot. Ja. Dan kunnen we die nog eventjes mooi fotograferen voor jullie. Dan hebben jullie dat nog eventjes als referentie. En ja, dan het was weer een hele leuke middag. 2,5 uur hebben we erover gedaan. Ja. Lekker, hè? Lekker, ja. Een mooi middagje. Zo. Ja, en Jet zegt, je legt het super duper rustig en uitgebreid uit. Helemaal te gek. Elise zegt ook, ja, echt wel. We hebben heel veel gehad aan je tips en tricks. Nou, fijn. Super cool. Dus laten we nog... Ja? Ja, ik zoom even in, maar dan ben ik hier even weg. Nou, we hebben inderdaad tipjes nu even op Topshop liggen. Pijn staat voor mij heel druk te gebaren. Oh ja. Even inzoomen. Oh ja, oh wacht. Is het scherp? Ja, dan moet deze iets naar de zijkant. Zo. Nou, kunnen jullie even een mooi screenshotje? Nu is het heel goed te zien trouwens, het relief. Ja, die lijnen over elkaar. Ja. Ja. Prachtig. Ja, Sanne zegt geweldig. Met techniek kun je het maken, maar zonder kunstzinnig inzicht kom je nooit tot zulke mooie dingen. Joey zegt super bedankt allemaal weer. Was weer mooi om naar te kijken. Maggie zegt is geweldig. Bedankt voor de uitdaging. We kunnen er weer tegenaan met z'n allen voor de uitzending. Dank jullie wel. Iris zegt wat echt ontspannend. Top en de uitleg geweldig. Nou, fijn. Leuk. Ja, en dan hebben we hier deze nog. Dit zijn de andere varianten. Ja, anders moet je nu eventjes die andere weghalen en dan kun je deze mooi gecentreerd neerleggen. Ja, het is gewoon geweldig. Het is gewoon weggeweldig. En je ziet echt nu mooi de lasagna-laagjes. Bijvoorbeeld hierboven in de krul ook, omdat hij een beetje aan de zijkant helpt. Ja. Ja, het zijn 1, 2, 3, je kunt ze zelfs tellen. Een stuk of 6, 7, 8 laagjes opgebouwd, die ene krul. Nou ja, dan inderdaad wat bullions erlangs, wat stenen. Een beetje die milky vind ik ook erg mooi bij dit design. Hè. Dus heb je French, daar heb ik een beetje flakes in gelegd. En dan precies op de French-lijn... heb ik het gel-ornament gemaakt. Ja, prachtig. Ja, nou, dat was echt... Nou, ik sta helemaal te tollen op mijn benen. Helemaal boem, boem, boem. Natasja Reinders, nou, je zoon was over de kop... Ik heb het laatste stukje gemist. Je zoon was over de kop gevlogen met de fiets. Oh. Het valt mee. Nou, godzijdank. Dankjewel, Michelle, zegt ze.
Anja Verret zegt ook dankjewel voor de leuke live. Heel erg bedankt, zegt Sophie. Mee zegt prachtige designs, dankjewel. Poppy zegt Venetië, doet er denken aan Venetië. Ik stream het vanavond naar de tv, heb ik groot beeld om naar te kijken, zegt Lisette. Jessica zegt, goed gedaan, Michelle. Erg mooi, thanks, toppers. Vanessa zegt, heel erg bedankt. Ach, Gossie, niet te gaat over de zoon, niet te beschadigd wetenschap voor je zoon. Superleuke live, zegt Patricia. Ja, ik vond het ook ontzettend leuk, Michelle. Ik heb enorm genoten van jouw uitleg. Natuurlijk wist ik al dat je heel erg leuk kunt uitleggen. En goed kunt uitleggen. Je gaat je alvast bedenken wat je gaat maken in de volgende e-workshop die we gaan doen, hè? Zeker. Ik zit net te bedenken dat ik helemaal vergeten ben om jullie het laatste resultaat te zien, laten zien van Chameleon Flakes. Dus ik ben hem nog even heel snel aan het aflakken met een Supreme. Kijk, ondanks dat de ondergrond licht van kleur is, zie je alsnog die mooie Chameleon. Oh, ik hou van Chameleon Flakes. Ja. Cool. Ja. Maar goed, dat was echt het laatste. Ik hou op. Ja, nou in ieder geval, jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Aanstaande vrijdag is het dus de beurt aan Annelies samen met Jessica. Natuurlijk is Wendy daar ook weer bij. Michelle, nogmaals heel erg bedankt. Ik weet niet of er nog iets is wat jij als laatste wil zeggen tegen de kijkers. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Wat leuk dat ik jullie zo op deze manier vandaag mocht vermaken. En ook mijn passie over mag brengen op anderen. En Pepijn, heel erg bedankt. Wendy, heel erg bedankt. Iedereen heel erg bedankt van het hele Nail Talk Live team voor deze mooie kans ook weer. Ik hoop dat jullie genoeg tips en tricks hebben om nu lekker aan de slag te gaan met jullie huiswerk. En ik zie graag alle mooie designs langskomen. Tot de volgende keer. Om het te beëindigen nog één keertje de Autumn Leaves commercial, gewoon omdat het onze favoriete commercial is. En ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken dat jullie er weer bij zijn geweest vanmiddag. Het is iedere keer weer gezellig en het is zo leuk om jullie in de comments te zien en te zien dat iedereen weer aan het kijken het is. Het voelt gewoon als een warm bad als we met z'n allen bezig zijn over dit prachtige vak. Dus, heel erg bedankt. Ik zie jullie snel in een van de Nail Talk e-workshops. Dus tot snel, tot Nail Talk, stay positive, test negative, Autumn Leaves en of course natuurlijk ook Wendy, heel erg bedankt voor alles. Tot snel weer.